Goed. Welkom allemaal. Welkom in de Salon van de Bali voor een avond over kunst en politiek activisme. Laat ik me eerst even verontschuldigen. Ik ben niet Danielle Arets. Die heeft namelijk geen scheur in haar colbert, dat is het verschil. Ze is wel ziek, ze heeft griep. Ze zou hier zijn om het gesprek te leiden, maar ze kon niet. En toen werd ik gevraagd om in te vallen. Ik ben Chris Keulemans en ik vind het geweldig om te doen, want dit thema ligt me na aan het hart. Zeker met de mensen die we hier hebben vanavond. We krijgen nu achter elkaar Maarten Doorman, die net dit boek heeft gepubliceerd. De NAVO van Daphne. Het ligt buiten, het ligt bij de deur in grote stapels en daar kunnen jullie het allemaal kopen. Ik ben benieuwd wie in de 6 weken dat het boek uit is het al heeft gelezen. Best veel. Heel goed. Heel goed. We hebben ook Marina de Vries, de hoofdredacteur van het museumtijdschrift, van wie jullie allemaal een flyer op de stoel hebben met het verzoek je nu snel te abonneren. En dan Jonas Staal, die op dit moment een parlement aan het bouwen is in Rojava in het noorden van Syrië. Dat konden we vanavond niet hier naartoe nemen. Dus daar gaan we straks plaatjes van zien. We gaan het hebben. Even heel kort samengevat. Over engagement, activisme, dubbelzinnigheid, ondubbelzinnigheid, ambivalentie, autonomie, isolement, propaganda, ideologie, gepolitiseerde kunst en artificatie van de politiek. Als jullie weg willen, dan kan het nu nog. Maar anders zitten we hier 2 uur lang voor een super urgente, nu absoluut noodzakelijke discussie van 1 uurtje of 2 met een paar mensen die er middenin staan. Belangrijk dat het gebeurt, want de zaak staat op scherp, zowel in de kunst als in de wereld. En hoe ga je daar als kunstenaar in tekeer? Dat is de vraag van vanavond. Dat begint met Maarten Doorman, schrijver en filosoof. Een aantal boeken geschreven, maar nu dus dit. Hij is, laat ik het even opzoeken. Hij is angstwekkend erudiet. Hij heeft een hele wijde en tegelijk een hele diepe blik. Zowel in de kunstgeschiedenis, als in de filosofie en het denken over kunst. Daarnaast, godzijdank, schrijft hij gewoon mooi. En dat hoor je al meteen aan een hele korte passage uit het boek, waarin hij het eeuwige dilemma van de kunstenaar zo formuleert. De kunst stelt zich vanaf de romantiek buiten de werkelijkheid op. Tegelijkertijd echter verhoudt ze zich voortdurend tot die werkelijkheid. Kunst staat buiten de wereld en omarmt haar soms zo hevig dat ze er even mee samenvalt. Ze is, om het romantisch uit te drukken, absoluut in haar isolement en totaal in haar omhelzing. Beide, tegelijk. Maarten Doorman. Ik stond goedenavond bij de deur even met Chris te praten. Ik zei, volgens mij ben je altijd op reis. Hij zei, nee, ik zit eigenlijk heel vaak gewoon in Amsterdam-Noord. En mensen denken van mij altijd dat ik heel veel boeken heb gelezen. En ook dat valt ontzettend mee. Tegen. Dames en heren, ik ben schrijver en daarmee een buitenstaander. En in de wereld van de beeldende kunsten zijn buitenstaanders niet altijd welkom. Tenzij de buitenstaander koopt of tenzij de buitenstaander applaudisseert. En toch kan de kunstenaar niet zonder de kritische buitenstaander. Kunstenaar maakt iets, maar de toeschouwer die maakt het af. Punt not intended, dus ik bedoel, die voltooit het. Een goed kunstwerk schreeuwt om interpretatie. Verbaal, rationeel, intuïtief, artistiek, politiek, ethisch, pathetisch, culinair, sportief, anarchistisch, kunstzinnig, leep, invoelend, omvloerst of brutaal.
En in dit rijtje is het woord of het belangrijkst. Waarom? Omdat er niet één manier is om naar kunst te kijken. Elk kunstwerk opent mogelijkheden die dwingend voelen, maar die het niet zijn. Een kunstenaar doet het belangrijkste, hij of zij maakt iets. Maar dan is het aan ons, toeschouwers, in crowds en buitenstaanders, om er het onze van te maken. Nu gaan we kijken of hij werkt. En daarom zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste, de kunst moet niets. De kunstenaar is volkomen vrij en dat is zowel haar probleem als haar kans. Ten tweede, kunst betekent niets. Kunst is geen boodschap. Kunst zegt niet, kunst is. Of zoals Wittgenstein het noemt, het beweert niets, het toont. En dan kunnen we nu beginnen. Mijn boek is een pleidooi voor de kunst van nu, voor kunstenaars van nu. En de vraag is dat nodig? En ik denk het wel. Ik denk dat de beeldende kunsten al lang, een paar decennia misschien zelfs, al in een legitimatiecrisis verkeren. Dat is natuurlijk een heel filosofisch woord, dat weet ik. Maar toch is dat zo, denk ik. Ik ben nog niet helemaal ingespeeld, zoals u ziet. Maar het kan toch niet dat ik nu het beeld om zeep heb geholpen? Of, want het, daar ging het nou juist om. Oké, dan ga ik links drukken. Beeldende kunst verkeert in een legitimatiecrisis. Dus er is iets merkwaardigs aan de hand en dat is dat onze regering moeiteloos 80 miljoen euro uit een achterzak trekt om de helft van een dubbelportret, u heeft de geschiedenis gevolgd, te kopen. En daar ben ik ontzettend blij mee, hulde daarvoor. Maar tegelijkertijd als 1/10 van dat bedrag zou worden uitgetrokken voor een hedendaagse kunstenaar, dan denk ik dat althans in de politiek het land te klein zou zijn. Eigenlijk is het wonderlijk. We vergapen ons aan de helden van het verleden. En we, dat is misschien niet per se u die hier zit. Maar als we kijken naar het wat bredere publiek en de mensen die in de regering zitten en onze vertegenwoordigen, dan vergapen we ons aan de grote kunstwerken uit het verleden. En dat is heel mooi en dat is belangrijk, want dat vormt ook onze oriëntatie. Maar tegelijkertijd, als we teveel het verleden bewonderen, dan maken we onze eigen tijd klein. Dat is wat ik heb geleerd van een van mijn filosofische helden, Friedrich Nietzsche, die een prachtig opstel schreef over nut en nadeel van de geschiedenis. En die zegt dat we ons niet volledig aan het verleden moeten overgeven, maar ook dat het verleden ons moet inspireren, maar dat we daarbij niet op apengapen moeten liggen en ook het wat nu wordt gemaakt en gedacht belangrijk moeten vinden. Maar als we ons nu afvragen, hoe komt het eigenlijk, die legitimatiecrisis? Waarom heeft kunst niet meer die urgentie die je 30, 40 jaar geleden had, of in die spreekwoordelijke jaren 60 en 70? Dan is een van de eerste antwoorden erop de leuze die in de jaren 90 zo populair werd, onder meer dankzij de Amerikaanse filosoof Arthur Dento, het einde van de kunst. Eigenlijk ging het niet om het einde van de kunst, het ging om het einde van de avant-garde, het einde van de beweging, het einde van de tijdschrift, het einde van de vanzelfsprekendheid, dat de kunstenaar van nu iets deed dat noodzakelijk was en dat hij daarmee als het ware uitdrukte wat de geschiedenis van ons wilde. En dat gevoel dat is verdwenen. En dit is natuurlijk een heel complex proces, maar ik wil het alleen maar eventjes als begin van de avond neerzetten, om me vervolgens af te vragen, wat hadden kunstenaars eigenlijk als antwoord vanaf de jaren 80 op dat gevoel dat alles in de kunst gedaan was, dat die noodzaak weg was om nog voor te schrijden op de zegenwagen van de avant-garde. En grof gezegd kan je zeggen, er zijn drie soorten antwoorden. De kunstenaar zoekt de provocatie om zijn noodzaak te bewijzen. De kunstenaar zoekt de markt. Of de kunstenaar zoekt het argument. En om dan... Als je nou gewoon zegt dat het niet aan mij ligt, dat helpt al heel erg.
Een voorbeeld van die provocaties, dat zijn werken als die van Kippenberger, die een kikker aan een kruis hing. Zoals die Füße, een van de voorbeelden van een kunstwerk dat enorm provocerend werkte. Het hing in Bolzano en zelfs de paus bemoeide zich er nog mee. Of een ander beroemd, of zo wel berucht voorbeeld, dat werk van Andres Serrano, Peace Christ geheten. Een foto waarin we een crucifix zien ondergedompeld in een gele vloeistof, waarvan de kunstenaar suggereert dat het zijn urine is. Dat is een trend die we ook bij Young British Artists bijvoorbeeld zien, hoe kunstenaars de noodzaak opzoeken in de kunst. Niet eentje die meteen mijn enthousiasme heeft. Een andere is vanuit die provocatie proberen om... Hij is weer teruggesprongen, Maarten. Zal ik het even voor je doen? Denk je echt dat het aan mij ligt? Een ander voorbeeld zijn kunstenaars als Jeff Koons of Damien Hirst, die vanuit de provocatie de markt proberen op te zoeken. En in dit geval ook met een groot succes. En als je kijkt hoe kranten schrijven over kunst, dan gaat het ook vaak over kunstenaars die op veilingen enorme hoge prijzen weten te bereiken. Het zijn vormen van noodzaak die niet meteen zo aantrekkelijk zijn om over te denken of te schrijven. Maar dat is wel de derde mogelijkheid en dat is die van het engagement. Er zijn een heleboel kunstenaars de laatste 20 jaar die zich steeds geëngageerder tot de werkelijkheid zijn gaan verhouden. Natuurlijk is dat niet nieuw. We kennen de traditie van het sociaal realisme, waarin dat al veel langer gebeurt. Dit is een schilderij uit 1949 uit Polen. Maar er zijn natuurlijk veel voorbeelden die teruggaan tot de tijd van de Russische Revolutie. Ook in de avant-garde kwam het engagement natuurlijk al voor. Dit is een misschien niet zo heel bekende Picasso, maar wel een mooi voorbeeld van dat avant-garde engagement. En een aantal van u zullen hier meteen ook het oerbeeld van herkennen. En dat is Goya met de 3e mei. En ik laat dit ook even zien om te laten zien dat engagement eigenlijk al veel langer in de kunst zit. Alleen wat nu gebeurt de laatste jaren is dat het zo breed aanwezig is. En degene van u die wel eens een Documenta hebben bezocht of een Biennale in Venetië, die zullen herkennen wat ik nu zeg. Er zijn daar een heleboel kunstenaars die in hun werk van een soort engagement getuigen, waarvan je soms denkt, op zijn minst, het is voorspelbaar. Om één voorbeeld te geven van de vele, zijn werk van Barthélemy Togo. Dat zijn installaties die uit stempels bestaan. Als je kijkt wat er op die stempels staat, nu begrijpt je ook waarom het in spiegelschrift is, want het zijn stempels, dan staat er and police, wat is het, brutality. Dus dat is tegen politiegeweld. En als je dat ziet, dan denk je, ja, we zijn tegen politiegeweld. Ik kan niet anders dan het ermee eens zijn. Maar dat is tegelijkertijd als kunstwerk een beetje een onbevredigende conclusie. Overigens, wanneer je precies naar dit kunstwerk gaat kijken, is er vast wel weer meer aardigs over te zeggen. Want het is natuurlijk een installatie iets ingewikkelder dan ik nu misschien suggereer. Maar er was heel veel kunst en er is nog steeds heel veel kunst op dat soort niet-commerciële tentoonstellingen, waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk tamelijk voorspelbaar. En ik denk ook dat dat eigenlijk niet zulke goede kunst is, zulke geëngageerde kunst die voorspelbaar is. En dat komt volgens mij vanwege de ondubbelzinnigheid van dat soort werk. Ik denk dat kunst, beeldende kunst, eigenlijk alle kunst, als je naar een definitie zou moeten zoeken, dit is een hele zware discussie in de filosofie, maar als je naar een definitie van kunst zou moeten zoeken, dan zou je kunnen zeggen, kunst is wat het niet is. Of met andere woorden, in beeldende kunst zie je wat je niet ziet. Of om naar een beroemde regel in de poëzie te gaan van Nijhoff, lees maar, er staat niet wat er staat. Het gaat dus om dubbelzinnigheid. En op het moment, dat is eigenlijk wat ik vanavond wil verdedigen, dat kunst dubbelzinnig is, kan het overtuigen en kan het ook overtuigen als geëngageerde kunst. Een van de kunstenaars die ik in dit kader in mijn boek bespreek is Jonas Staal. Daar ga ik nu iets uitgebreider op in, omdat hij hier is en straks wat over zijn werk gaat vertellen en iets over mijn boek gaat zeggen. Jonas Staal
publiceerde een boek in 2009, Postpropaganda geheten. Waarvan je natuurlijk af kan vragen, is het kunst of niet? Ik zie dat boek ook als deel van zijn project. Ik zie het dus als kunst en niet als een commentaar op kunst. En in dat boek schreef hij, kunstenaars moeten altijd afgerekend worden op de ideologische lading van hun werk. Hoe die afrekening uit gaat pakken, wordt niet vermeld in het boek. Dus niet wie de beul moet zijn en ook niet of die afrekening tot de politiek of tot de kunst behoort. Maar het klinkt een beetje omineus. Kunst dient volgens Jonas Staal afstand te nemen van wat hij democratisme noemt. En zij mag niet meer het gezicht zijn van de democratische ideologie die zelfkritisch is, bevragend, open, tolerant en vol interesse voor anderen. Dit is een citaat. Kunst, meent hij, is het masker van de vrijheid dat gebruikt wordt om over de grens soldaten te kunnen inzetten. Of als je het naar het hedendaags zou willen vertellen, om in Syrië te bombarderen. Kunst moet ophouden democratische propaganda te zijn. Dus te laten kunst als iets dat wordt gesubsidieerd door de overheid suggereert dat wij vrij en open en democratisch zijn. Terwijl diezelfde overheid dat helemaal niet is. En dan wordt kunst volgens Jonas Staal postpropaganda, namelijk niet meer de propaganda voor de democratie, maar iets anders. En wat dat andere is, dat is eigenlijk, zoals ik het zie, het project van Jonas Staal en een aantal andere kunstenaars, een eerste stap naar gepolitiseerde kunst en omgekeerd ook naar wat wordt genoemd de artificatie van de politiek. Dus dat wil zeggen dat de politiek zich stijlmiddelen van de kunst toe-eigent. De vraag is, tot wat voor soort kunst leidt dat? Nou, daar gaan we zo meteen iets meer over horen. Maar als ik het even een beetje gechargeerd mag zeggen, dan leidt het tot het soort kunst dat bestaat uit vergaderingen, projecten, subsidieaanvragen, conferenties en eindeloos koffie slurpen en mokken met thee. De overgang van politiek naar kunst wordt hier vloeiend. Oh ja, dit is echt amateurisme, dat heeft u nu al gezien. Dit is het essay Postpropaganda. De overgang van politiek naar kunst wordt vloeiend en daarom kon Jonas Staal zich in de afgelopen jaren ruimhartig door overheidsfondsen laten subsidiëren om zijn voortstrevende agenda uit te voeren. Ik ben overigens absoluut niet tegen het je als kunstenaar laten subsidiëren. Laten we dat voorop stellen. Maar het lijkt mij in de positie van Jonas Staal en andere geëngageerde kunstenaars die zo kritisch zijn over de rol van de kunst ten opzichte van de overheid een problematische combinatie. De vraag, of in ieder geval mijn vraag aan dit soort kunst is er iets van die dubbelzinnigheid te vinden of niet? En ik ben toen gelukkig naar Jonas Staal toegestapt en we hadden eigenlijk, vind ik, een heel leuk gesprek daarover. En toen haalde hij iets tevoorschijn en toen zei hij, kijk, en hij liet toen deze foto of een andere, maar het kwam op hetzelfde neer, volgens mij zien en zei... Dit is een foto van, nu moet ik het goed zeggen, Jonas, de World Summit in Berlijn, hè, was het, geloof ik? Sorry, de? Ja, de New World Summit in Berlijn, waarin een aantal organisaties die verboden zijn, waren uitgenodigd en ook hun vlaggen zijn afgebeeld. En wat ik een interessant voorbeeld vond, was een van die vlaggen is de Koerdische vlag en... De Koerdische vlag is verboden in Duitsland, zodat je hem niet mag tonen. Maar in een kunstwerk kun je hem tonen omdat hij in een palet van rode vlaggen zit. Maar op het moment, dat vind ik interessant, op het moment dat er een afgevaardigde van de PKK staat en naar die vlag verwijst, is die vlag weer een vlag. Met andere woorden, die vlag is dan niet wat die is. Op dat moment wordt het volgens mij als kunst interessant. Even helemaal los van, we hoeven niet het hele werk en het hele project te bespreken, maar ik noem dit voorbeeld om te laten zien dat daar volgens mij een overgang ligt. Ik wou afsluiten met twee voorbeelden te bespreken. Daar is nog tijd voor, Chris, dacht ik. Twee voorbeelden te bespreken die ik uit mijn boek haal. Van redelijk bekende kunstenaars. Omdat ik probeer ook met buitenstaanders te praten. Met buitenstaanders als ik zelf ben.
Eén is een schilderij van Marlene Dumas, dat bijna iedereen hier denk ik wel kent. De Neighbor hangt in het Stedelijk Museum. En het is een portret van Mohammed B. Die wij, en zeker in de jaren waarin het gemaakt werd, allemaal kenden met een balkje voor zijn hoofd. Dit was en is de moorden, of althans een portret van de moordenaar van Theo van Gogh. En hier is die zonder balkje afgebeeld met een gezicht dat een soort weekheid vertoont en een soort zachtheid die bijna onverdraaglijk is om naar te kijken. Omdat wij een beeld hebben van deze man en weten wat hij gedaan heeft. Dat je tegelijkertijd bij een dader dit ziet, dat is bijna onverdraaglijk. En dat betekent dat je als kijker van dit portret onvermijdelijk op jezelf wordt teruggeworpen. En op de manier waarop je kijkt, waarop je beelden hebt van daders. En met andere woorden gaat reflecteren op hoe je kijkt. Hoe je kijkt naar kranten, naar televisie, hoe je zelf kijkt, wat je oordelen en je vooroordelen zijn. Het is een onbehagelijk werk, maar het is volgens mij geëngageerd werk. En de dubbelzinnigheid zit er ook weer in dat het is wat het niet is. Je verwacht iets anders dan wat het is en het confronteert ons met ons eigen kijken. Een ander voorbeeld is een installatie van Ai Weiwei, die 80 dagen gevangen heeft, 81 dagen gevangen heeft gezeten in China wegens vermeende belastingontduiking. Hij werd daar voortdurend begeleid, ook op de meest intieme momenten, door twee bewakers. Als hij slaapt, als hij naar de wc gaat. Het is een installatie die bestaat uit 6 dubbele boxen waarin dit soort gevangenisscènes worden afgebeeld in een schaal van 1 op 6. Heel natuurlijk ziet het eruit. De installatie heet Sacred. En in eerste instantie denk je, ja, dat is toch pathetisch. Het is heel vervelend dat die man vastzit. En de Chinese autoriteiten zijn heel onrechtvaardig dat ze hem opsluiten. Maar om dit nou als kunstenaar nog eens een keer te laten zien hoe erg het is, dat is wel een beetje, dat is nou niet een vorm van geëngageerde kunst die interessant is. Maar de grap van die installatie is dat je, om dat te moeten zien, soms op een treetje moet klimmen, maar in ieder geval door een luikje moet kijken. En vroeg of laat, als je een paar van die scènes hebt gezien, plotseling beseft, als je door dat luikje kijkt, van hey, eigenlijk ben ik als toeschouwer de bewaker. En op dat moment wordt het veel ingewikkelder wat je ziet, want dan ben je niet alleen de bewaker van Ai Weiwei. Je bent ook de bewaker van de bewaker. Je bent in een schuldige rol geduwd. En je zou zelfs kunnen zeggen, die stap is niet zo groot, dat wij als kijkers van kunst, als kijkers naar kunst, schuldig zijn in wat we met die kunst doen. Nou ja, in ieder geval, als je dan het kerkje verlaat waarin dit tentoon wordt gesteld, dan kom je eerder met vragen dan met antwoorden terug. En ik denk dat dat iets is wat heel belangrijk is in geëngageerde kunst. Dus kunst is volgens mij geen boodschap. En kunst, dat is ook belangrijk, daar komen we misschien straks nog wat uitgebreider op terug. Kunst blijft altijd autonoom. Omdat het niet een boodschap is, is het altijd ook wat anders. En hoe dat precies kan, dat heb ik geprobeerd iets uitgebreider nog te laten zien in mijn boek. En misschien dat we daar straks nog op terug kunnen komen. Dank u wel. Dankjewel Maarten. Ik werd vanochtend gebeld, dus ik heb niet je hele boek gelezen. Wat ik lees vind ik erg goed. En ik vraag mij af, schrijf jij dit met al je kennis omdat je denkt dat we momenteel kunst meemaken die we nog niet eerder hebben gezien? Maken we een nieuwe fase van de kunst mee? Ja, ik heb zelf het idee dat we een nieuwe tijd in de kunst meemaken, waarin kunstenaars die nu bezig zijn min of meer worden gedwongen zich te verhouden tot de wereld. Meer dan, zeker meer dan 20, 25 jaar geleden. Dus in die zin maken we een nieuwe tijd mee. Mm-hmm. En natuurlijk, maar dit is enorm een open deur, omdat kunstenaars hebben zo enorm veel middelen gekregen. Dus je maakt niet alleen maar schilderijen of foto's, maar alles is er. En dat betekent dat je als kunstenaar op een andere manier, onvermijdelijk op een andere manier in de wereld gaat staan. Dus in die zin ja. 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 In ieder geval de positie van de kunstenaar of de druk op de kunstenaar is anders dan we die eerder hebben meegemaakt. Ja, nou ja, en wat er ook heel erg aan het veranderen is, is dat dat autonome kunst veel minder vanzelfsprekend is geworden. In de tijd dat je kunstenaars had die
hun werk verkochten aan een galerie of aan een museum en meer of minder succes hadden. Mm-hmm. En dat kunst toch vooral een verzamelobject was voor aan een muur. Ja, daar is geen sprake meer van. Mm-hmm. Dus kunstenaars werken interdisciplinair. En wat kunst is, is steeds maar aan het oplossen in andere dingen. Design, ja. Reclame, boodschap. En dan komt de grote vraag naar voren. Is er nog zoiets als autonome kunst? Ligt dat onder schot of niet? En ik heb zelf het idee dat er een aantal mensen zijn, kunstenaars ook, die... het belang van die autonomie weer naar voren zijn gaan halen, ja. Omdat autonome kunst aan het oplossen is. Dus ja. En in politiek, mm-hmm. in propaganda, reclame, design, mm-hmm. en noem maar op. En op het moment dat dat gebeurt, dan denk ik dat je iets prijsgeeft dat eigenlijk wat je niet moet laten gaan als kunstenaar of als iemand die van kunst houdt of dat belang. Oké, dan ga ik je een hele korte vraag stellen, onmogelijke vraag. Je antwoord hoeft alleen maar vanavond mee te gaan. Maar voor vanavond hebben we je antwoord nodig. Daarnet al en nu weer zeg je, we hebben het hier over kunst die dreigt de kunst te verlaten en terecht te komen in de reclame of in de politiek, maar in ieder geval buiten zijn domein treedt. Daar gaan we het vanavond denk ik nog vaker over hebben en daarom heb ik van jou nodig een definitie van... Waar houdt kunst op kunst te zijn? Ik heb een klein antwoord op en ik heb een groot antwoord op. Het kleine antwoord heb ik al gegeven. Namelijk, het haalt op als kunst is wat het is. En niet meer is wat het niet is. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een formule. Als hij zijn dubbelzinnigheid verliest. En het grotere antwoord is kunst houdt op als het ophoudt romantische kunst te zijn. Maar dan kom ik in een veel groter verhaal. Mm-hmm. Omdat ik... een boek heb geschreven dat heet De Romantische Orde. En ik denk dat kunst eigenlijk altijd romantisch is. Met terugwerkende kracht. Dus ook Rembrandt is romantisch geworden sinds 1800. En ook tot op het heden. Er zijn een aantal cruciale waarden in de kunst. En die kunnen wij niet loslaten zonder dat kunst als verschijnsel oplost. En dan kun je ook nog zeggen dat het niet erg is. Hè? Dat is ook nog een mogelijkheid. Mm-hmm. Ik bedoel, er gebeurt heel veel. En over 100, 200 jaar ziet de wereld er zo totaal anders uit. Mm-hmm. Maar je kunt ook zeggen, als ik kunst belangrijk vind en een aantal dingen die kunstenaars kunnen doen belangrijk vind, dan moeten we er goed over nadenken of we die autonomie van de kunst moeten prijsgeven. Ja. Ik denk dat je juist als kunstenaar ook in politieke discussies het verschil kunt maken. Maar dat kun je alleen maar als je ook kunstenaar blijft en die autonomie kunt vasthouden. Helder, heel helder, dankjewel. Ik vraag het je ook. Ga zitten hoor. Ja, ga zitten. Nee, ga zitten. Want we beginnen even de avond met ongeveer 3 kwartier eenrichtingsverkeer, zeg maar, dit soort verhalen. Straks komt het gezelschap hier aan tafel en krijg je natuurlijk ook de kans om dingen te vragen. Ik vroeg jou om die scheidslijn aan te geven, omdat ik denk dat er vanavond, dat het vanavond belangrijk is om heel precies te spreken. Heel duidelijk... je positie te definiëren, dat hoeft niet toe te leiden dat we straks allemaal vrienden van elkaar zijn en elkaar beter begrijpen. Maar volgens mij is het belangrijk nu op dit moment in de kunst dat je je taal scherpt en je positie duidelijk maakt. Iemand die dat heel goed kan is Jonas Staal, die komt nu aan het woord. Maarten Doorman liet al kort wat werk zien van Jonas Staal en... dreigde zijn werk kort al te reduceren tot conferenties, symposia, parlementen en veel koffiedrinken. Daar gaat Jonas op antwoorden. Dat kan hij heel goed. Dat weet ik omdat ik vaker gesprekken met hem heb geleid. Onlangs verslag heb gedaan van de laatste New World Summit die kort geleden in Utrecht plaatsvond. En ook mee was met de reis in oktober naar Rojava in de autonome Koerdische regio in het noorden van Syrië, waar ik het parlement in aanbouw heb gezien. Kortom, ik ben heel vertrouwd met het werk van Jonas en ik vind het mooi dat hij hier nu komt praten. Jonas Staal. Dankjewel, Chris. Kijk of mijn PowerPoint-ervaring ietsje... Nou, het begint volgens mij bij waar we waren. Nou, dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken.
mooie introductie van Maarten Doorman. De onwelkome kritische buitenstaander die het kunstwerk af kon maken. De toeschouwer die het kunstwerk af kon maken. Ik dacht, zou het kunstwerk soms ook toeschouwer af kunnen maken? Misschien kan de kunstenaar toeschouwer afmaken. Het heeft wel meteen een dubbele zin van het... Dat kun je meteen dubbel lezen. Heel dubbelzinnig, meteen, om mee te beginnen. Ooit rolden er hoofden onder de handen van kunstenaar. Dus wie weet waar we op uitkomen. Laat ik beginnen met een conclusie. Ik ben het... dat zal misschien niemand die mij kent verbazen... met niets wat Maarten Doorman te zeggen heeft. Eens. En dat heeft volgens mij te maken met een vrij simpel verschil. Maarten Doorman stelt zichzelf een vraag. Die hebben we net gehoord. Die luidt ongeveer als volgt. Kan kunst die zich engageert met politieke en maatschappelijke verandering... eigenlijk nog wel kunst zijn? Oh, ik ga mezelf ook timen, want anders ben ik een half uur aan het woord. Dat is er hangt een klok aan de muur recht tegenover je. Nou, ik heb het liever zomaar voor me. Mijn totalitaire neigingen lopen nog wel eens uit. Precies, zo. Kan kunst die zich engageert met politieke en maatschappelijke verandering... eigenlijk nog wel kunst zijn? Dat is een vraag. Ik ga als kunstenaar echter uit van een principe. En die luidt ongeveer als volgt. Kunst heeft een fundamentele rol in het bijdragen aan progressieve en emancipatorische politieke bewegingen. Ik zal mijn kritiek op Doormans benadering van kunst en engagement nu kort delen. Uitgeschreven nog wel, ik heb het geheel gelezen. En daarna mijn eigen positie kort proberen toe te lichten. Oké, dat gaat al goed. De titel van Doormans boek verwijst naar een variatie op de fameuze Griekse mythe van Apollo en Daphne. De jonge nimf Daphne wordt in Doormans versie door Apollo begeerd. En hij steekt haar als gevolg van Daphne's weigering zijn liefde te accepteren in de buik met een dolk. Doch Daphne wordt door een eenhoorn gered die haar wonden geneest met zijn magische tong. Op de een of andere manier heeft Maarten Doorman in dit verhaal een blauwdruk ontleed voor het dilemma dat hij in zijn boek wil bespreken. En dat dilemma dat komt ongeveer op het volgende neer. Kunstenaars willen zich met de vele crisis in de wereld engageren, maar als zij daarin te ver gaan, riskeren zij hun artistieke autonomie, hun dubbelzinnigheid, hun ambiguïteit van de kunst te verliezen en dus geen kunstenaar meer te zijn of misschien nog erger, geen goede kunst meer te maken. Wat dit precies met de mythe van Apollo en Daphne te maken heeft, was voor mij eigenlijk een beetje raadselachtig, maar ik denk ongeveer het volgende te hebben begrepen. Doorman argumenteert, ik citeer hem, waar de kunstenaar zich ooit boven de wereld om zich heen verheven voelde en zich maar al te vaak op de pijn van zijn eigen navel richtte, daar is hij of zij inmiddels kwetsbaar geworden als de vrele nimf en zal zonder hulp van buiten ten onder gaan. Einde citaat. De kwetsbaarheid van die kunstenaar nimf ligt dus in de wens van de autonome kunstenaar om zich met het leed van de wereld te engageren, doch indien hij of zij daarin doorschiet, verliest de kunst een autonome uitzonderingspositie en riskeert corrumpering door Apollo. Zo vervolgt Doorman, ik citeer hem opnieuw, dat buiten, waar de kunst hulp van moet krijgen, is niet de wereld van de hem of haar belagende markt en is ook niet de zich met het werk bemoeiende overheid. Het is van een andere orde, vreemder en in zekere zin ook van geen zijde, van de verbeelding. Het bewijs dat Maarten Doorman in elk geval een romanticus is. In de metafoor van Doorman, voor wie dat nog niet duidelijk is, is nimf Daphne dus de kunstenaar. Daphne wordt begeerd door Apollo, dat is dan de staat of markt. Die wil de kunstenaar corrumperen of daar wil de kunstenaar zich aan uitleveren. Daar loopt de mythe niet helemaal, want Daphne wil zich helemaal niet uitleveren in de mythe. Maar goed, dat hoort in het geval van Doorman er wel bij. En dan is er de navellikkende eenhoorn. Die staat voor de verbeeldingskracht die de kunstenaar kan redden van de uitlevering van zijn of haar autonomie aan deze corrumperende krachten, staat of markt, dus Apollo. In deze logica is Doorman de zelfverklaarde eenhoorn, die middels zijn boek de kunstenaar weer tot de ware kunst wil doen laten keren. En als gevolg daarvan stormwalst hij in zijn boek dan ook als deze zelfverklaarde eenhoorn van de artistieke verbeelding door de kunstgeschiedenis heen, om kunstenaars als mijzelf te herinneren aan wat de waarachtige essentie van kunst is. Autonome kunst, volgens Doorman, is, zoals daadwerkelijk elk cliché vanaf kunstacademies, politieke cultuurprogramma's, dagbladen al decennia lang propaganderen, kunst is dubbelzinnig, ambigu, roept vragen op, houdt spiegels voor, confronteert, etc. Toch ziet Doorman een dilemma. Ten slotte leven wij in een wereld van grote crisis. En het zou goed zijn als autonome kunst daar toch iets van een bijdrage aan levert. Alleen,
Wanneer Kunst zich met politiek betrekt, zo argumenteert hij, verliest zij haar dubbelzinnigheid, dus haar waarde als kunst. Zij wordt pamfletisme, activisme of, o gruwel der gruwelen, propaganda. Gelukkig ontwaart Doorman in de wereld van de kunst mensen als Joep van Lieshout en Ai Weiwei. Die met hun werk iets over de wereld zeggen, maar op zo'n manier dat we eigenlijk niet echt weten of ze het menen, maar die wel min of meer politiek aandoen. In dit geval links in de vorm van Cascade, een beeld van Joep van Lieshout in het centrum van Rotterdam, wat waarschijnlijk iets met de olie te maken heeft. En rechts een beeld van Ai Weiwei, waarin hij vrij schandalig poseert als het verdronken kind Aylan Kurdi. Dus dankzij deze kunstenaars is er volgens Maarten Doorman nog redding mogelijk. Men kan goede kunst maken die ook nog iets over politiek zegt, maar op zo'n manier dat we allemaal gerustgesteld kunnen slapen, omdat het met dank aan de behoedzame wacht van Eenhoorn Doorman toch heus wel echte kunst blijkt te zijn. Doormans eindconclusies zijn dan ook die van een vrij voorspelbaar politiek midden. Zo mijmert hij op een onbewaakt, maar belangrijk moment over zijn overtuiging dat de ongebreidelde macht en bemoeienis van de overheid beteugeld moet worden. Om even later op te merken dat verwoestend kapitalisme aan banden moet worden gelegd. Maar natuurlijk zonder ondernemingszin en nieuw initiatief te beknellen. Dit zijn daadwerkelijk allemaal citaten uit het boek. Een politiek kleurloze partij als D66 had het niet beter samen kunnen vatten. Niet te veel staat, niet te veel kapitalisme en veel waarachtige pseudopolitieke kunst voor Eenhoorn Doorman om diep over na te kunnen denken in zijn volgende boek. Een dergelijk gebrek aan een meer fundamentele ideologische aarding tekent ook Doormans analyse van de geschiedenis van kunst en politiek die ook een rol speelt in dit boek. En daar wordt zijn essay wat mij betreft echt zeer fundamenteel problematisch. Het meest opvallende is zijn neiging om te vervallen in brute opsommingen van kunstenaars, kunststromingen die werkelijk alle denkbare politieke oriëntaties doorkruisen. Bijvoorbeeld wanneer hij avant-garde stromingen noemt die volgens hem de autonome kunst een eeuw lang belegerden. Ik citeer hem en het is een belangrijk citaat, dus ik heb hem zowaar ook even op een slide gezet. Lees mee. De surrealisten werden communist. Dubieuze openingszin. Dada poogde de hele kunst als instituut onderuit te halen. Te beginnen met de Duchamp's urinoir. De futuristen verheerlijkten de oorlog en de techniek en het fascisme van Mussolini. Constructivisten en expressionisten probeerden een betere wereld te verbeelden en vorm te geven. Net als de stijl, Art Brut, Cobra, neo-expressionisme en de nieuwe wilde braken met al te steriele kunstopvattingen. Situationisten rekte het kunstbegrip op tot maatschappelijke beweging pop art. Dit is heel curieus, van situationist naar popart, doorbrak het elitair geachte karakter van de kunstwereld. Oké, hier kunnen we, stop maar. Deze opsomming, en hij gaat door, van kunst die zich politiek wilde engageren, is nog maar net begonnen op dit gedeelte. En we bevinden ons al in een troebel vaarwater van volstrekt conflicterende historische stromingen. Die de schrijver bij elkaar heeft geharkt, omdat ze allemaal iets met politiek te maken hadden, of zich min of meer, en dan echt min of meer, tot het concept van de avant-garde verhielden. Maar, futuristen en constructivisten, in één en dezelfde zin, echt waar, beschouwt de schrijver fascistische ideologie en de revolutionaire Sovjets van de revoluties van 1905 en 1917 als één pot nat. Want dat zijn de feitelijke ideologische grondslagen waar de voorgaande beelden op geaard zijn. Voor Doorman behoort een kunstenaar die zich met politiek betrekt klaarblijkelijk per definitie tot dezelfde categorie. Ook al is de aard van de politiek waarmee zij zich betrekken radicaal tegengesteld. Een dergelijke ideologische blindheid bij het spreken van de relatie tussen kunst en politiek is niet alleen historisch onverantwoord, maar ook ethisch onacceptabel. Dergelijke argumentatie is symptomatisch, denk ik, voor een tijdperk waarin we het woord ideologie klaarblijkelijk niet eens meer kunnen spellen. Doorman is wat mij betreft deel van dit symptoom, omdat hij kunst en engagement denkt te kunnen bespreken zonder een seconde stil te staan bij de vraag welke politieke of ideologische overtuiging dat artistieke engagement eigenlijk dient. En dat is de grote vraag die in het hele boek ontbreekt. Nu heeft Doorman in zijn boek ook enkele pagina's voor Yours Truly ingeruimd. En daarin is hij vooral gefixeerd op de democratiekritiek waar ik mij de afgelopen 10 jaar van mijn werk aan heb gewijd in kunstenaarschap en ook in schrijven.
Een van mijn overtuigingen is bijvoorbeeld dat de zogeheten autonomie, de dubbelzinnigheid en ambiguïteit van de kunst, waar Doorman zo prat op gaat, niet de uitzondering, maar de voorwaarde is om kunst effectief te instrumentaliseren als propaganda voor hedendaagse kapitalistische democratie, waarover ik heb geschreven als democratisme. Bijvoorbeeld, theatergroep Orkater mocht met de Nederlandse soldaten mee naar Afghanistan om daar te reflecteren op de ambiguïteit van militaire bezetting. Rotterdam kocht trots een bronzen sculptuur aan van Paul McCarvey, waarin een kerstman een grote buttplug vasthoudt als dubbelzinnige kritiek op de consumptiemaatschappij. En recentelijk, interessant, trok het Pentagon game designers aan omdat zij observeerden dat deze kunstenaars, dat is super interessant dat het Pentagon verwijst naar game designers als kunstenaars, aan omdat zij op zo'n unieke en vrije manier dachten en als zodanig uitstekend de moeilijk calculeerbare gevaren van het terrorisme zouden kunnen verbeelden. Kritische kunst is geen bedreiging voor kapitalistische democratie. Sterker nog, zij bewijst dat de verbeelding, vrijheid en autonomie van de kunst bij haar juist in veilige handen is. Zelfs op missie in Afghanistan mogen expliciet kritische kunstenaars mee om ons te vertellen hoe kritisch we eigenlijk wel niet zouden moeten zijn op oorlogsvoering. Het verandert alleen niets, en hier wordt het problematisch, aan het feit dat deze missie alsnog gewoon plaatsvindt. Autonome kunstenaars zijn in dat kader de levende vrijheidsbeelden van de kapitalistische democratie, die desnoods met bommen en granaten over de wereld heen gepropagandeerd dient te worden, met autonome kunstenaars voorop. Uit mijn kritiek op de wijze waarop dergelijke kunstenaars, of game designers die door het Pentagon tot kunstenaars worden verklaard, uit mijn kritiek op de wijze waarop dergelijke kunstenaars zich laten instrumentaliseren om de vrijheid van de oorlogsbeluste kapitalistische democratie te verbeelden, ontwaart Doorman een antidemocratisch sentiment. Dat mijn werk, zijn citaat, tot discutabele propaganda zou maken. Daaruit concludeert hij zelfs dat er in essentie weinig verschil bestaat tussen een kunstenaar als ik, die zich laatdunkend over de democratie uitlaat, en Geert Wilders, een politicus die mij ooit 3 jaar lang vervolgde, die tijdens de algemene beschouwingen van 2015 de Tweede Kamer een nep-parlement noemde. Een van de weinige dingen die Geert Wilders inderdaad correct heeft geobserveerd. Of in elk geval een heel slecht theater. Doorman argumenteert, ik citeer: de parallel tussen Staal en Wilders krijgt iets ironisch. Zo gauw we beseffen dat het meest besproken parlementslid van ons land niet in het parlement gelooft, en een veelbesproken en gesubsidieerd kunstenaar niet in de autonome kunst. En dat ze elkaar hier de hand kunnen reiken, terwijl ze recht tegenover elkaar leken te staan. De ondubbelzinnigheid drijft hen uiteindelijk in elkaars armen. Einde citaat. Doorman stelt vervolgens zelfs voor, hier wordt het interessant, een kunstwerk te maken over deze vreemde coalitie tussen mij en Wilders. Getiteld De Huwelijksboot. Dat fictieve kunstwerk beschrijft hij als volgt. Het is een schip waarop de gedeelde afkeer van parlementaire democratie en van autonome hedendaagse kunst feestelijk in het echt wordt verbonden. Zo zou deze kunstenaar, ikzelf dus, weer op het open water van de dubbelzinnigheid terug kunnen keren. Dat is interessant. Dus er is een soort kleine kruistocht in het boek waarin Maarten Doorman als schrijver en als eenhoorn de verbeelding van de kunst weer terug in de geëngageerde kunst wil brengen. Maar tegelijkertijd schrijft hij ook kunstenaars die het verkeerde pad op zijn gegaan, zoals ik, voor wat voor een volgend kunstwerk ik moet gaan maken. Dat vond ik een interessante licht totalitaire tendens die soort van wel weer boekdelen sprak. Maar goed, uit het fictieve kunstwerk, De Huwelijksboot, spreekt denk ik allereerst dat het voor ons alle geestelijk en esthetisch welzijn een goede zaak is dat Eenhoorn Doorman zelf geen beeldend kunstenaar is. Maar belangrijker is wat mij betreft de blindheid, chronische blindheid, voor ideologische verschillen. Mijn kritiek op de democratie en die van Wilders zijn evident fundamenteel verschillend van aard. Zoals ook de kunstenaars die jij, in een stormloop van lijstjes opdreunt, echt verschillend van aard zijn. Ja, hun werk heeft van alles met kunst en politiek te maken, maar de vraag is, welke politiek? Het maakt Eenhoorn Doorman tot een waarachtige criticus van zijn tijd. Hoeder van een vrij tragische verbeelding, wel van verbeelding, maar van een vrij tragische verbeelding,
waarin links en rechts eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Een tragische verbeelding die ons allemaal zo autonoom, ambigu, dubbelzinnig maakt, dat wij het verschil tussen fascisten en revolutionairen, of waarom niet, tussen Geert Wilders en mijzelf, niet meer kunnen zien. Chris, vertel me, hoeveel tijd heb ik nog? Een paar minuten. In deze paar minuten zal ik dan proberen kort mijn positie toe te lichten. Als het gaat om de vraag welke verbeelding, als het niet de tragische verbeelding is die ik zojuist heb beschreven, welke radicale verbeelding hebben we dan wel nodig om tot een andere definitie van kunst en engagement te komen? Nu zijn er andere schrijvers die misschien daar een kleine horizon voor kunnen aftekenen. Wat jullie hier zien is een boek van Upton Sinclair, politicus en schrijver, Amerikaans politicus en schrijver uit 1924, waarin hij een poging deed om de kunstgeschiedenis te herschrijven vanuit het perspectief van klassenstrijd. Hij zei fameus: all art is propaganda, alle kunst is propaganda. Want kunst is altijd horen geweest, instrumenteel geweest, aan dominante machten, of dat nou kerk, staat of bourgeoisie is. Maar in het jaar waarin hij het boek schreef, 1924, vond een wereldwijde internationalistische, socialistische revolutie plaats. En hij zei, riep kunstenaars op, dit is het moment om jullie verbeeldingskracht aan een ander politiek project te wijden. Dit is de kans om een geschiedenis te schrijven, of om bij te dragen aan een geschiedenis met jullie kunst, een geschiedenis van het verzet. Niet een geschiedenis die is gedicteerd door onderdrukkende krachten. Hij zei, kunstenaars, het is nu tijd om niet langer kunst te maken in de wereld zoals die is, zoals de status quo hem aan jullie heeft voorgeschreven. Het is het moment om een wereld te maken. Maar dat is dus belangrijk, want op het moment dat hij die oproep doet, zegt hij niet, jij als individueel kunstenaar roep ik op een wereld te maken. Hij roept kunstenaars op om zichzelf te positioneren binnen een veel breder maatschappelijke politieke beweging, waarin hun werk een nieuwe betekenis kan krijgen. Maar het kunstwerk zal niets betekenen als de revolutie waar het zich aan wijdt niet slaagt. Dus die twee staan met elkaar in samenhang. De een kan niet los worden gezien van de ander. De ene maakt de bestaansvoorwaarden van de andere mogelijk. In dat opzicht beschouw ik mijzelf als schatplichtig aan Sinclair en aan de vele schrijvers en denkers die hebben geprobeerd, en kunstenaars en activisten en revolutionairen, die hebben geprobeerd de relatie tussen kunst en politiek te herdenken. Niet door te zeggen dat zij hetzelfde zijn, maar dat zij in een specifieke samenhang kunnen bestaan. Dat zij aan elkaars verbeelding bij kunnen dragen. In mijn geval doe ik dat, en Maarten Doorman noemde het al, middels een artistieke en politieke organisatie die ik in 2012 heb opgericht, de New World Summit, enkele leden, waaronder Younes Bouadi zijn met ons, die alternatieve parlementen ontwikkelt, zoals het beeld dat jullie hier zien in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, voor stateloze en op zwarte lijsten geplaatste politieke organisaties. Wij ontwerpen dus tijdelijke parlementen, die architectonische constructies, verbeeldingen van parlementen die niet permanent zijn, die geen staten vertegenwoordigen, maar juist vertegenwoordigers van onerkende staten, van stateloze volkeren van over de hele wereld. Op dit moment werken we, zoals Chris al vermeldde, in het noorden van Syrië. Het noorden van Syrië waar wij naar verwijzen als Rojava, dat betekent west, en in het Koerdisch, vanuit de Koerdische beweging verwijst dat naar het westelijke deel van Koerdistan, voor ons het noorden van Syrië. Dat is het gebied wat in het geel is aangegeven, omringd door de zwarte stippen van de Islamitische Staat en in het rood van het Assad-regime. In Rojava, zoals sommigen van jullie misschien weten, heeft sinds 2011 een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden. Toen hebben Koerdische revolutionairen zich afgescheiden van het Assad-regime, hebben Rojava onafhankelijk verklaard, onder meer met behulp van volksmilitia, zoals hier de JPG, de vrouwenmilitia van de beweging, en daar een nieuw radicaal democratisch model uitgeroepen, wat zij democratisch confederalisme noemen, en wat ook wel eens wordt samengevat als stateloze democratie. Het idee van een nieuw democratisch model wat de staat verwerpt en uitgaat van lokaal zelfbestuur, zoals hier in een theater, misschien niet voor niks een theater, in de stad Gamislo. Dus het is een
gemeenschap die op basis van communes, zelfgeorganiseerde verdedigingsmechanismes, een nieuwe en vrij radicaal model van democratie introduceert, wat zij nadrukkelijk als een kritiek zien op de kapitalistische democratie. En daar wordt ook interessant. Democratiekritiek, of kritiek op de democratie zoals ik ernaar heb verwezen als democratisme, is niet hetzelfde als het verwerpen van democratie. Het gaat over het herdefiniëren van democratie. Dat is iets wat gebeurt binnen deze beweging. Het werk wat wij op dit moment als New World Summit, als kunstenaars, architecten, vormgevers doen in dit autonome Koerdische gebied, bestaat uit het ontwikkelen van een nieuw publiek parlement. Daarvoor hebben we een commissie gekregen, een opdracht gekregen van de autonome Koerdische regering, om de idealen van de Rojava-revolutie, de idealen van dat nieuwe model van stateloze democratie, vorm te geven middels een symbool. Dat symbool is een publiek parlement. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het idee van een parlement als openbare ruimte. Iets wat teruggrijpt naar ideeën over democratie zoals we vanaf de Griekse oudheid zich hebben ontwikkeld. Die voor de Koerden een belangrijke referentiekader vormen. Een ruimte die ergens tussen een theater en een parlement in zit. Want onze theaters en onze parlementen hebben zoveel met elkaar te maken. Esthetisch gezien en historisch gezien. En dit parlement zijn we begonnen te bouwen sinds augustus 2015. Hier zien jullie het stap voor stap tot stand komen. En wat de kern is, is ontzettend veel te vertellen over dit parlement. Wat het wil doen, wat het betekent, waar het voor staat. De idealen die de Koerden hebben ontwikkeld in decennia van politieke en revolutionaire strijd. Maar wat voor mij als kunstenaar het belangrijkste is en waarin ik dit parlement of dit voorbeeld in deel zie als een antwoord op de kritiek op geëngageerde kunst van Maarten Doorman, is dat hier speelt, in dit specifieke gebied, in de Rojava, heeft zich een verbeelding ontwikkeld, een politieke verbeelding, in het midden van de meest onvoorstelbare crisis en de meest onvoorstelbare conflict, die ik als een belangrijke inspiratie en als een bevrijding zie van wat kunst kan zijn en waar kunst aan kan bijdragen. Samenwerken met de autonome Koerdische regering is voor mij in ieder geval en voor mijn collega's nooit iets geweest waarin wij ons politiek beperkt of geïnstrumentaliseerd hebben gevoeld. Sterker nog, meer eerder is er sprake van een wederzijdse instrumentalisering of beter een wederzijdse solidariteit. Een overtuiging dat met een nieuwe politieke verbeelding, een nieuwe politieke visie, ook ruimte ontstaat voor radicale nieuwe vormen van kunst. Die zo ver kunnen gaan als het herdenken van het parlement als een openbare ruimte. Als iets wat een sculptuur is, als iets wat een politiek ideaal verbeeldt. En tegelijkertijd als een ruimte die in praktijk en in gebruik kan worden genomen. En daar wordt het interessant. Want uiteindelijk is het belang van de verbeelding ligt niet alleen maar in wat wij ons kunnen voorstellen, maar ook in wat wij kunnen bewerkstelligen. En die bewerkstelliging, precies zoals Abden Sinclair toe opriep, die kan alleen bestaan wanneer er een coalitie bestaat tussen, in ons geval, emancipatorische politiek en politiek geëngageerde kunst. En alleen in die samenhang kunnen zij werkelijk iets voor elkaar betekenen. Kan kunst bijdragen aan onze verbeelding van een andere wereld, maar hebben we ook de politiek nodig om die andere wereld daadwerkelijk te realiseren. Dat is de verbeelding die mij voorstaat, of in elk geval, als mijn werk iets betekent, dan ligt het in de bescheiden bijdrage die het aan het concreet maken van die verbeelding probeert te doen. Dank. Dankjewel, Jonas. Veel vragen, maar die komen zo. De derde die we gevraagd hebben een gesproken column te doen, zeg maar, dus niet een referaat zoals we die er net hebben gehoord, is Marina de Vries. En ik vroeg jou om direct na de twee mannen te spreken, zodat we dan alle kaarten op tafel hebben voor de discussie die volgt. Dus Marina de Vries, hoofdredacteur Museum Tijdschrift. Onder jullie applaus. Goed, na dit ongelooflijke vuurwerk wat zo meteen aan tafel wordt voortgezet, is mijn column een iets luchtiger, hoop ik, iets andere toon gezette discussie bijdragen. Twee keer, of misschien vier keer, in elk geval getal onder de 10, stond ik op de Biennale van Venetië afgelopen zomer aan de grond genageld. Wat tot mijn eigen verbazing in deze kunstberg het meest indruk maakte, was een video-installatie in het Zuid-Afrikaanse paviljoen. Daar werden drie video's naast elkaar getoond. Aan de ene kant een donkere man,
die vertelde hoe hij ten tijde van de apartheid werd gemarteld, met zijn hoofd in een tel water werd geduwd. Op de andere schermen werden de handelingen exact nagespeeld en zat een blanke man het relaas lijdzaam aan te horen. Hij was degene die dit de donkere man destijds had aangedaan. Op verzoek van het slachtoffer legde de dader tot in detail uit hoe hij die martelingen had uitgevoerd. Het biennale publiek stond erbij, keek ernaar en voelde de rillingen van deze bovenmenselijke poging tot communicatie en van verwarring. Want het gezicht van het kwaad was, eigenlijk net zoals bij Marlène Dumas, minder eenduidig dan vanuit het vele nieuws tot ons was gekomen. Deze dader was ook slachtoffer en ging zichtbaar gebukt onder de gruwelijkheden die hij namens het toenmalige regime had begaan. U heeft het ongetwijfeld herkend. Deze installatie van filmmaker Angus Gibson bestaat uit scènes van de Waarheids- en Verzoeningscommissie uit de jaren 90 en is normaal te zien in het Apartheidmuseum in Johannesburg. Het werk is recht voor zijn raap, zwart-wit, documentair, en dus knaagde ter plekke de vraag: maar is dit kunst? Nee, want het is een compilatie van documentair beeld gemaakt door een filmmaker. Ja, want het wordt getoond in de context van een kunstbiennale. De combinatie kunst en engagement waar je dit voorbeeld met een beetje goede wil onder kan scharen, is nogal een hot item. Het heeft een verhitte discussie gehad in de KNAW eind 2014, naar aanleiding van een boek van Hans de Hartog-Jager. Nu dan dit boek van Maarten Doorman. En kort gezegd, Hans de Hartog-Jager vond geëngageerde kunst vooral erg voorspelbaar en politiek correct. Maarten Doorman betoogt, nogal streng, dat engagement uit het gebied van de moraal komt. Die is per definitie ondubbelzinnig, kunst niet, dus is het een moeizaam huwelijk. Vaak ook is het commentaar allemaal goed en aardig, maar waar is de verbeelding gebleven? U hebt dat net gehoord. Wie bereik je er eigenlijk mee? Preken geëngageerde kunstenaars niet, zoals Maarten Doorman schrijft, per definitie voor de eigen kunstparochie? En last but not least, kan kunst de wereld verbeteren, maatschappelijk debat aanslingeren? Ik vind het eerlijk gezegd een lastig gesprek. Nederland telt een aantal zeer actieve geëngageerde kunstenaars. Ze komen in Doormans boek terecht voorbij, zoals Joep van Lieshout, Jonas Staal, Renzo Martens. Ik zou daaraan toe willen voegen Erik van Lieshout en Jeanne van Heeswijk, Hans van Houwelingen. Ik had je even niet in mijn hoofd gehad, maar nu in de zaal. Wat deze kunstenaars gemeen hebben, ze zijn goed, ambitieus, daadkrachtig en hebben een duidelijke visie. Wat ze niet delen, een soortgelijke visie, een soortgelijke sociale betrokkenheid en werkwijze. Op de schaal van verbeelding en maatschappelijk handelen, van dubbelzinnigheid en ondubbelzinnigheid, nemen zij uiteenlopende posities in. Neem qua dubbelzinnigheid Renzo Martens, die terwijl hij zich voordoet als wereldverbeteraar, vooral het elitaire Westen een confronterende spiegel voorhoudt, over de hoofden van de Congolese fabrieksarbeiders of fotografen heen. Of neem aan het andere eind van het spectrum Jeanne van Heeswijk, die bijvoorbeeld in mijn wijk, Eiburg, in de ontwikkelingsfase allerlei kleine, simpele, in de stedenbouw vaak vergeten buurtactiviteiten initieerde, die fysiek of in de hoofden van mensen wel degelijk hun sporen hebben nagelaten, zoals een doodgewone kraam voor roti of voor bloemen, een openluchtbioscoop dat is uitgemond in een onregelmatig voor optredend fotofestival, ruimtes voor andersdenkenden, zoals een tempel voor alle dag. Verbeelder of sociaal werker, het leidt in het beste geval tot kleine verandering, niet tot een gigantische maatschappelijke ommekeer. Maar is dat erg, dat bescheiden effect? Zijn de verwachtingen van het woord engagement, of zoals Maarten Doorman het net zei, de spreekwoordelijke urgentie van de jaren 60 en 70, zijn die niet schromelijk overdreven? Bereiken we met kunst überhaupt het gewenste publiek? En wie is dat eigenlijk? Hoe groot is dat eigenlijk, dat gewenste publiek? Ik klap uit de school als ik vertel hoe gechoqueerd ik was tijdens een recente dag in het Stedelijk Museum voor hoofdredacteuren van tijdschriften en kranten. Na boeiende lezingen over de toekomst van de oude en de nieuwe media werden kleine groepen rondgeleid langs de vaste collectie en langs de tentoonstelling van Isa Genske. Wie heeft wel eens gehoord van Barnett Newman? Vroeg een enthousiaste blikopener, een jonge scholier. Natuurlijk, de dag was lang en de borrel lonkte,
En ik weet uit mijn vele jaren bij de krant dat de kunstpagina de slechtst gelezen pagina van de krant is. Het kan vermoeidheid zijn geweest, maar mij leek het echt. Van de 10 mensen hadden maximaal 3 wel eens van Barnett Newman gehoord. Wat heet, überhaupt enige kennis van abstracte kunst. De rondleider vervolgde de route bij Malevich. Hetzelfde verhaal, nooit gezien, nooit van gehoord. Wij hebben het hier niet over mensen van 10, 20, 15, geen pubers. We hebben het over ontwikkelde mensen en over de leeftijdscategorie 40 plus. Zo weinig benul van kunst, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Versta me niet verkeerd, ook ik hou niet van kunst die nodeloos ingewikkeld is. Ik hou niet van kunst die aan de muur hangt, maar net zo goed in een boek had kunnen staan, omdat er te weinig valt te kijken, omdat de verbeelding niet wordt geprikkeld. Waarbij ik wil aantekenen dat de mate van verbeelding, naar mijn mening, ook maatschappij gerelateerd is. In politiek beladen landen is kunst ook de plek om kritiek te uiten, een vrijplaats te creëren om te denken, te praten en de geest te laten waaien. Om problemen aan de orde te stellen en zichtbaar te maken die ergens anders niet aan de orde kunnen komen. Ik hou het bij een aantal voor de hand liggende waarheden. Je hebt goede geëngageerde kunst en je hebt niet goede geëngageerde kunst. En het gaat om kunst in plaats van politiek of sociaal activisme. Zolang mensen als Jonas Staal en Jeanne van Heeswijk ervoor kiezen om vanuit het domein van de kunst te opereren. Om met de stelling van Maarten Doorman te eindigen, moet het Rijksmuseum dicht. Moet de politiek zich bemoeien met hedendaagse kunst en zich inspannen om een gloedvol nieuw museum van 21ste eeuwse kunst mogelijk te maken. Dat is geen kwestie van of-of, maar van en-en. Ik denk absoluut dat er een nieuw museum moet komen, maar dan niet op het Museumplein. Niet in de bekende vorm van een monomane tempel voor hedendaagse kunst. Ooit stelden wij met het Virtueel Museum Zuidas voor om op de Zuidas een nieuw kunstverzamelgebouw te openen, het World Art Center. Dat is niet doorgegaan, maar er is een nieuwe kans. Zoals Rotterdam zijn depotgebouw wil, zo kan Amsterdam zich onderscheiden met een gebouw met meerdere kunstvormen onder één dak, geëngageerd of niet, met een tiental instellingen van niveau waar uiteenlopende en wisselende tentoonstellingen zijn te zien. Voor een breed en divers publiek, van Foam tot de Appel, van het Amsterdam Museum tot de 21ste eeuws Palais de Tokio, van de maatschappelijke kunstinstallaties van Jonas Staal tot een plek voor particuliere en bedrijfscollecties. Kortom, een dynamisch geheel, bij voorkeur in een rauw gebouw, op een locatie die aanknopingspunten biedt en tot de verbeelding spreekt, zoals het marineterrein. Laat onze overheid nou eindelijk eens haar taak serieus nemen om het volk cultureel te beschaven. Zowel met een nieuw museum als met kunstonderwijs vanaf de lagere school. Want dat wij zo weinig kennis hebben van en daarmee waarde hechten aan moderne en hedendaagse kunst, dat lijkt mij het echte probleem. Dankjewel Marina. Om te beginnen door die anekdote over het gezelschap waarmee je door het stedelijk liep en drie ervan hadden maar van Barnett Newman gehoord of van Malevich. Dat geeft even aan dat we het over een bescheiden domein in de maatschappij hebben, zeg maar. Dat, hè, wij denken allemaal, dit is het belangrijkste ter wereld. Dat is niet voor iedereen zo. Of we het Rijksmuseum moeten gaan sluiten, dat is de eerste zin van het boek van Maarten Doorman. Want daar vertelt hij achteraan heel gloedvol, we moeten niet blijven verheerlijken wat er in het verleden is gebeurd, op het gevaar af dat we de toekomst over het hoofd zien. En in plaats daarvan een nieuw 21ste eeuws museum op het marineterrein gaan plaatsen, laten we daar nog een avondje in de balie aan wijden. Binnenkort, hè? Ja. We gaan terug naar Maarten Doorman en Jonas Staal. Kom zitten. Nee, dat doe ik niet om jullie uit elkaar te, houden, maar zodat jullie elkaar kunnen zien en niet naast elkaar zitten en naar elkaar kijken en dan ons allemaal niet kunnen zien. Praktischer. Oké. Het kathederweg, ja. Oh. Sorry. Ja. Ja. Ik kan het zeggen.
postbode. Ja, want we moeten er wel op, want de rest van de wereld zit, zoals jullie weten, in de balie mee te kijken via de livestream. En ik moest er nog bij zeggen dat je ook kan twitteren, hashtag de balie. Maar wij duiken dankzij jullie inleidingen diep in een scherpe actuele discussie. En jullie zijn behoorlijk tekeer gegaan en dat is goed. Ik wil alleen vragen van jullie allebei of jullie in het vervolg wel keihard kunnen formuleren. Maar de, laten we zeggen, de boventoon van ironie of grappenmakerij kunnen overslaan. Dus je hoeft het niet te hebben over eenhoorn doorman. Moet het en, nog ernstiger? Je hoeft het niet te hebben over Jonas Staal, de eeuwige koffiedrinker. Jullie hebben al voldoende munitie zoals het is. Dat lijkt me helderder voor het gesprek. Ik wil beginnen met aan jullie allebei een kritische vraag te vertalen die de andere heeft gesteld. Maarten, ik begin met jou, want jij bent de eregast. Jonas Staal stipte iets aan over jouw boek, waar ik niet had over nagedacht, maar vond een interessante observatie. Jij weet alles van de kunst, maar hij verwijt jou een ideologische blindheid, in de zin dat je geen onderscheid maakt tussen het type politiek of het type politieke systeem of beweging waarmee een kunstenaar zich engageert. Wat zeg je daarop? Er wordt wel een paar keer iets op mij geschoven dat ik alles van de kunst weet, zo enorme kenner en erudiet. Mag ik dat nog een keertje een beetje relativeren voor ik hierop antwoord? Dat... Ja. Goed, dat is dan bij deze gebeurd. Het is opvallend hoe Jonas mijn boek leest. En dat verbaast mij eigenlijk niet, omdat bij hem eigenlijk ook in zijn werk als kunstenaar het primaat van de politiek heerst. Mm-hmm. En dat betekent dat hij uiteindelijk mijn boek ook leest in de eerste plaats als een politiek pamflet. En het dan ook beoordeelt op zijn politieke merites. Ik denk dat hij dat overigens niet goed doet, maar dat is een ander punt. Maar dat hij dat zo doet, dat is overigens zijn goed recht. Want dat hoort bij zijn kunstenaarschap, waarin hij zijn kunst in dienst stelt van de politiek. En eigenlijk ook zijn kunst behoort tot een bepaald soort activisme. Dat ik overigens, dat wil ik ook nog even naar voren brengen, waar ik grote waardering voor heb. Hè, voor een groot deel van het activisme, niet helemaal. En ik ben volstrekt niet op de hoogte van de situatie in Jerevan, dus daar wil ik verder ook niks, niet mij... Jerevan over... ligt in Armenië, we hebben het over Rojava. Rojava, ja. Nou, daar heb je het al. Dus daar ga ik dan ook helemaal niks over zeggen. Nee. Zie je, wat ik niet zo erudiet ben. Maar... waar ik dan wel van opkijk, niet zo heel erg, dat is dat er wordt gesproken over een ideologische blindheid. Dus als je dit als een politiek boek ziet, of als een politiek pamflet, wat het niet is volgens mij, of althans zo is het niet bedoeld, dan zou je kunnen zeggen het getuigt van een ideologische blindheid. Ik heb daar even, die term is even bij mij blijven hangen, omdat ik dacht, ja, de volgende stap is heropvoeding. Moet ik misschien worden geheropvoed om die ideologische blindheid kwijt te raken? Dus dat is een beetje ongemakkelijk, want volgens mij heb ik het over de kunst en over wat kunst kan zeggen over politiek, hoe kunst zich kan engageren en waar het volgens mij geslaagder is en minder geslaagd. Ik geef daar een aantal criteria voor. En waarvan een van de belangrijkste, dat heb ik al gezegd, natuurlijk dubbelzinnigheid is. Een andere is dat de kunstenaar altijd ook, denk ik, autonoom is. Ook autonoom, de kunst is ook autonoom. Want juist vanwege het andere kun je overtuigend uitspreken over het ene. Ik wil even terugkomen. Is dit geen antwoord op je vraag? Niet voldoende, vind ik. Je zegt dat Jonas misschien vanuit een gepolitiseerde blik naar je boek kijkt en het dus leest als een pamflet. Zou kunnen. Maar ik zelf dacht om heel andere reden. Hij heeft in die zin misschien wel een punt. Je boek gaat over kunst en engagement. Over kunst dus die zich engageert met. En daarvoor is het wel zaak. Iets te zeggen over de politieke bewegingen waarmee die kunst zich engageert? Ik denk principieel niet, Chris. Kijk, er zijn hier twee dingen in het geding. Het gaat over
zoals Jonas dat noemt, de artificatie van de politiek en de politisering van de kunst. Eigenlijk die twee dingen. Mm-hmm. Mijn boek gaat niet over de artificatie van de politiek. Mijn boek gaat over de politisering van de kunst. Mm-hmm. Dus ik laat mij niet over politiek uit. Ik wil het best doen. Mm-hmm. Ik denk dat ik in een aantal opzichten veel linkser ben dan mijn linker buurman. Mm-hmm. Maar dat is waar de avond niet over gaat. En dan is ook, het wordt vrij ingewikkeld als je gaat afmeten wie is de linkse van de twee, wat je criteria zijn. Maar dat is wat mij betreft niet wat op de agenda staat. Nee. Wat op de agenda staat is over kunst praten en hoe en in hoeverre kunst geëngageerd kan zijn. Ja. Oké. En Jonas, ik wil het best over iets anders hebben hoor. Ja. Overigens, Jonas, zijn punt was, als je het over engagement in de kunst hebt, dan moet je het ook even over met welke partij of beweging je je engageert. Jij zegt, dat hoeft niet. Ik wil heel graag hier een pleidooi houden voor een aantal politieke standpunten die je hebt. Ja. Maar volgens mij is dat niet... Het staat niet op de agenda. Waarom eigenlijk niet? Dat is het spiegelbeeld van de... Ik bedoel, ben jij ook als filosoof en schrijver en criticus niet meer jezelf wanneer jij in het politieke debat treedt? Absoluut wel. En ik heb mij ook vaak in geschriften politiek uitgelaten. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Mm-hmm. Maar vanavond is dat even niet de topic. Nee, snij een kwestie aan. En als ik er iets van weet, laat ik me graag over uit. Duurzaamheid van de wereld, opwarming van de aarde, you name it. Ik heb over een heleboel dingen echt een uitgesproken opvatting. Ik schaam me er niet laten voor, we er even, laten we er het even is volgens eentje mij pakken. Niet het onderwerp. Okay. Laten we er eentje pakken, want dan gaan we weer terug naar het onderwerp. Jullie hebben allebei Ai Weiwei genoemd en laten zien. Verschillende werken. Gevangeniswerk wat jij liet zien, Maarten, daar heb je overtuigend van verteld hoe belangrijk je dat vond. Jonas liet het hele recente werk zien waarbij Ai Weiwei zichzelf als Aylan Kurdi op een Grieks strand heeft neergelegd. Jonas, jij zei dat je dat schandalig vond. Waarom? Nou, het is een beetje een... Dit is een heerlijke handige microfoon zijn dit. Halleluja. Ja. Het gaat vanzelf goed. Nou, dit is aardig soort van. Ik heb een interventie gedaan bij de slides bij Maarten. En hij doet de interventie bij de microfoon die op een vreemde, iets wat hypnotiserende wijze voor mij hangt. Het is eigenlijk geen werk van hem. Ik had de credits erbij geplaatst. Het is een. Ik geloof dat de microfoon net zijn erectie heeft verloren. Hij vangt je sowieso op. Is niet gecharmeerd door mijn betoging over kunst en politiek. Het is een foto van India, van India Magazine Today, volgens mij. Waarin een interview met hem plaatsvond. Mm. En waarin hij toen door een fotograaf is, zeg maar in overleg met de fotograaf, zich als zodanig heeft geposeerd. Mm. Maar het staat in samenhang met een project dat hij nu recentelijk in Berlijn heeft uitgevoerd. Waarbij bij een vrij... ik geloof bij de opening van een filmfestival of iets in die geest. Laten we zeggen... Sorry? Weet iemand welke het was? Zwemvester. Ja, rond die klassieke zuilen zijn gebonden. Ja, zwemvesten zijn gebonden, maar daarna ook allerhande, laten we zeggen, highbrow, high society publiek werd gevraagd om in, zeg maar, zilveren van die protection suits, zeg maar, die je beschermt tegen wind en regen, om te poseren uit solidariteit met vluchtelingen. En dat vond ik een vrij pathetische en ziekmakende vertoning, ja. Hmm. Een soort van volstrekte schijnidentificatie. Waarom is dat pathetisch en ziekmakend? Zoals je dus ook de foto van hem op het strand vond? Nou ja, kijk, in mijn geval ligt het een klein beetje anders, omdat Aylan Kurdi komt uit Kobani en uit het gebied van Rojava. Dat is het gebied waar wij werken. En ik weet hoe ook onze Koerdische vrienden hebben gekeken naar de wijze waarop dat beeld heeft rondgecirculeerd en is gepersifleerd. Op een vrij schandalige manier door Charlie Hebdo en nu door iemand als Ai Weiwei. Mm-hmm. En die soort van, de wijze waarop het lichaam en de geschiedenis van een oorlogsslachtoffer daarin wordt gecommodificeerd, wordt niet per se gezien als daad van solidariteit, op zijn zachtst gezegd. En dat lijkt me zeer terecht. Uit dat bezwaar blijkt al hoe belangrijk het is voor jou in ieder geval om... Als je je aansluit en thuis voelt, in dit geval bij de Koerden van Rojava, dat je daarmee ook anders gaat kijken naar de waarde, de betekenis van kunst. Ja,
Dat klopt trouwens, en dat is ook wel interessant. Althans, dat heb ik zelf ook als zeer interessant ervaren. Want er zijn werken die ik heb gemaakt uit het verleden, die door de ontwikkeling van mijn betrokkenheid met specifieke politieke bewegingen, ik met terugwerkende kracht niet meer kon verdedigen. Mm-hmm. Dus die bespreek ik nog wel eens, maar dat bespreek ik ze nadrukkelijk als iets waar, als kunstwerken die ik heb gemaakt, maar waarvan ik absoluut niet de politieke of ethische standpunten van kan verdedigen. Ja. Maar ze zijn wel deel van mijn geschiedenis en deel van mijn ontwikkeling van mijn politieke. Omdat je toen nog niet de keuzes had gemaakt die je nu wel hebt gemaakt. Nou, die ook te maken hebben met een blik. In de zin van, er is bijvoorbeeld een kunstwerk wat ik heb gemaakt in 2008, geloof ik. Wat bestond uit juwelen die waren gemaakt van gesmolten stukken glas en metaal uit bomwrakken uit Irak. Waar, voor je geschiedenis waar je wel bekend mee bent. En het tonen van die juwelen was eigenlijk een manier om de waarde van het menselijk leed wat in dat materiaal, wat zeg maar getuige was geweest van een ontploffing en van doden, om die op de een of andere manier te vertalen naar de soort consumptiemarkt, of laten we zeggen, een westerse blik te vertalen. Mm-hmm. Door de schoonheid van de sieraden waarderen we tegelijkertijd het leed van de slachtoffers. En waarom sta je er nu niet meer achter? Nou, omdat ik denk, met later me steeds meer ben gaan realiseren dat idee van het was een kunstwerk wat er heel erg van uitgaat dat je niet als westerse burger kan begrijpen wat er achter het gordijn van media plaatsvindt. Dus heb je radicale middelen nodig en bepaalde vormen van provocatie om mensen te dwingen om bepaald soort leed onder ogen te zien. En along the way ben ik me gaan realiseren dat je heel goed kan begrijpen wat er achter die zogenaamde media wand schuil gaat. Alleen kost het gewoon heel veel werk. Ja. En een capaciteit tot identificatie en lang werk in termen van het bouwen van solidariteit en begrip. Dat ben je intussen gaan doen. Maarten, ik wil jou ook even horen over die foto van Ai Weiwei op het strand. Ja. Je noemde dat gevangeniswerk van hem als iets wat jij belangrijk vindt. Onder meer omdat het jou als toeschouwer betrekt. Ongemakkelijk maakt. Jij wordt de bewaker van de bewaker, zei je. Ja. Dat is een terugkerend criterium bij jou voor geëngageerde kunst die je van waarde vindt. Het criterium is dat de toeschouwer zich ongemakkelijk gaat voelen en niet meteen een oordeel heeft. Mm-hmm. Of als hij een oordeel heeft, dan dat toch niet kan handhaven. Of zichzelf moet herzien of hervragen. Ja. Hoe kijk je dan naar die foto van Ai Weiwei? Nou, toen ik het zag, het werd eigenlijk gepresenteerd al meteen toen het in de pers kwam, als iets heel aanstootgevends. Mm-hmm. En dat vind ik ook, laat ik dat voorop zeggen. Maar omdat het zo werd gepresenteerd en omdat het Ai Weiwei was, dacht ik, ik weet het niet zeker. Mm-hmm. Ik vind het aanstootgevend, maar ik dacht, dit is toch een kunstenaar die met allerlei van die beelden intelligente dingen doet. Dus ik was blij dat ik er niet over hoefde te schrijven op dat moment. En een week later begon daar in Berlijn die manifestatie met al die weggegooide zwembanden om die pilaren. En met dat publiek dat in die dekens moest. En toen was ik al iets minder uitgesproken verontwaardigd. Omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk best ingewikkeld wat er gebeurt. Als je dat publiek met die dekens met die zilveren dekens opzadelt. Want daar zit het publiek helemaal niet op te wachten. Dus het is in ieder geval niet behagelijk. En nu kun je twee kanten op gaan. Je kunt zeggen het is een gemakkelijk succes. En Ai Weiwei is al wereldkampioen kunst. De meest bekende kunstenaar en ontzettend succesvol. En hij zal vast ook heel veel geld ermee verdienen. Het is een industrie. Dus je kunt zeggen het is eigenlijk heel leep van hem. Dat hij dan naar dat eiland gaat. En daar een tijd gaat zitten. Zorgt dat er pers bij is. En je kunt zeggen het is een doortrapte kunstenaarsstrategie. Maar die ongemakkelijkheid van die toeschouwers in die dekentjes heeft mij ook wel een beetje aan het denken gezet. Dus ik weet het eigenlijk niet en dat vind ik heel vaak bij kunst. Je hoeft niet altijd meteen een oordeel te hebben. Dus ik ben eerder geneigd om te begrijpen wat hij precies doet en wat hij hier nog verder mee gaat doen voor ik met een oordeel kom. Ja. Als ik meteen alleen maar met een oordeel over dat beeld moet komen, zeg ik, vind het weerzinwekkend. Ja. Maar het is ingewikkelder dan dat, volgens mij. Ja, is mooi, want en hierin zie je eigenlijk al meteen natuurlijk mijn benadering van kunst als iets waarvan ik denk, give it the benefit of the doubt en ga eerst kijken wat een kunstenaar allemaal wil en presenteert, in plaats van te zeggen het is goed of fout, of het is politiek de juiste lijn of niet, of het is wel of niet politiek. Ja, maar dat is ook wat je benoemt als kracht van een goed geëngageerd kunstwerk. Als hij die twijfel laat bestaan, het oordeel nog even moeilijk maakt, uitstelt.
Mogen wij nog een flesje water? Jonas, even terug naar Rojava. Je liet ons een paar beelden zien van het parlement wat jullie nu aan het bouwen zijn. Maart heeft daar niet direct over gesproken, maar ik vermoed dat je daar zo één bent met de democratische of de revolutionaire beweging van Rojava, dat je het gevaar loopt je autonomie en de dubbelzinnigheid die vaak wel je werk heeft gekarakteriseerd te verliezen. Is dat gevaar aanwezig nu je een publiek parlement bouwt in een revolutionair gebied waar jij samen met de bewoners en de mensen van dat gebied schouder aan schouder werkt? Nou, wat je zegt is eigenlijk dat als je in een situatie zit, het soms moeilijk is om een stap weg te nemen van je identificatie met de situatie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, toen wij in 2003 politieke steun gaven aan de invasie in Irak, toen vonden de meest grootschalige wereldwijde demonstraties plaats in de geschiedenis. Toen wij hier de Nederlandse staat. Ja, ook in mm-hmm. Nederland. Nu we recentelijk hebben besloten dat er ook straaljagers richting Syrië gaan, mm-hmm. is dat niet hetzelfde geval. Mm-hmm. Dus soms lijkt het ook dat hoe meer we gewend raken aan een permanente staat, bijvoorbeeld van oorlogsvoering en de propaganda die samenhangt met de oorlog tegen terreur, mm-hmm. hoe meer we de normativiteit van veiligheid, of van die veiligheidscultuur, obsessie, hysterie, ook gaan internaliseren en dus ook niet meer reageren op het feit dat we er eigenlijk ooit oneens mee waren. Mm-hmm. Hetzelfde is de glijdende schaal die de afgelopen 15 jaar in Nederland hebben gezien als het gaat om onze relatie tot extreem rechts. Of tot het fenomeen fascisme, waar we het inmiddels gewoon best wel over zouden kunnen gaan hebben. Mm-hmm. En waar we ons ook best wel eens tijd zou kunnen zijn om daar actief stelling en strijd tegen te gaan voeren. Mm-hmm. Maar dat heeft te maken met een afgeleidend ideologisch besef en een normativisering van extreem rechts denken in onze dagelijkse politieke omgeving. Dus die, laten we zeggen, die identificatie die heeft niet alleen maar betrekking op het moment dat je actief inzet voor een beweging zoals die van Rojava. Mm-hmm. Die heeft betrekking op ons allemaal. Mm-hmm. Omdat de wijze waarop die incapaciteit om afstand te nemen op het moment dat je heel erg betrokken bent, geldt voor ons op een misschien veel gevaarlijker niveau nu ook. Zeker, en ik denk dat, weet ik veel, iedereen hier het wel over eens zal zijn dat dit tijden zijn waarin het wel eens heel urgent kan zijn om stelling te nemen. Misschien explicieter dan ooit. Maar nog even op die vraag. Verlies jij als kunstenaar je autonomie bij het werken aan dat parlement in Rojava? Nou ja, kijk, bij mij is het zo dat ik interesseer me niet in het idee van artistieke autonomie. Ik interesseer me in het idee van politieke autonomie. Rojava is dit precies de beweging, de beweging die zich in Rojava ontwikkelt, die strijdt voor een grotere politieke autonomie voor haar zeer diverse bevolking rondom een specifiek politiek, radicaal politiek paradigma, wat mijn absolute steun heeft. Mm-hmm. Als deel van de politieke autonomie die een volk als geheel wint, wint ook de kunstenaar die zich met een dergelijke strijd betrekt. Mm-hmm. Dus die twee zijn niet los van elkaar te zien. Nou ja, kijk, allereerst, maar voor mij geldt hetzelfde hier. Bijvoorbeeld, in Rotterdam op dit moment spreekt niemand over het feit dat Leefbaar Rotterdam, waar de hele cultuur van extreem rechts in Nederland in 15 jaar op is gebouwd, dus de partij waar Pim Fortuyn voor het eerst de verkiezingen mee won in 2001, niemand spreekt over het feit in Rotterdam dat die partij, die extreemrechtse partij waar de helft van de PVV ongeveer uit is gesleurd, mm-hmm. in Rotterdam aan de macht is. Mm-hmm. Gewoon nu. Mm-hmm. Armoedebeleid sloopt en alles wat ermee van doen is. Jij woont er. Ik woon in Rotterdam, ja. En met name de cultuursector doet het niet, want dankzij een coalitie met D66 zijn die zeg maar gered. Dus er wordt niet aan cultuur gesloopt, wel worden betaalbare woningen, kwesties, het gaat over gezondheidszorg, de toegankelijkheid voor verschillende gemeenschappen, tot educatie, tot armoede, voor armoedebestrijding, et cetera. Die worden wel gekort. Voor mij staan die dingen in samenhang. Ja. Ik ben niet geïnteresseerd in geld voor cultuur als er geen gelijke toegang is tot educatie, tot gezondheidszorg, tot politieke vertegenwoordiging. Als zeg maar de grenzen van Europa worden dichtgemieterd, of onze vrienden in Griekenland worden uitgebuit, die zijn in samenhang. Ja.
voor mij. Omdat Precies. ik kunst zie als deel van een progressief emancipatorisch Precies. politiek spectrum. Ja. En ik ben niet geïnteresseerd in het redden van kunst ja. als de rest van de samenleving naar de tering gaat. Precies. Maarten. Trot maar even. Maarten, en voor jou zit hier precies de scheidslijn waar je streng op bent. Namelijk, je sympathiseert allicht met een Jonas of een andere kunstenaar die zich aansluit bij een politieke beweging om autonomie. Maar je zegt, daarmee is de autonomie van de kunstenaar weg. Kijk, ik ben niet tegen politiek activisme, helemaal nee. niet. Ik, heb daar, ik zeg het zonder enige ironie, dat meen ik echt. Ik heb daar grote bewondering voor. Maar ik vraag me af of je als kunstenaar, los van dat je een politiek activist kunt zijn, ook activist moet zijn, terwijl je eigenlijk zegt, die kunst zelf kan me niet schelen. Dat is een middel voor mij dat ik kan gebruiken of niet. En dat zegt niemand hier. Dat is niet... Hij zegt, Jonas zegt iets anders. Hij zegt, de autonomie van de kunst kan mij niet schelen. En... Ik zeg, het gaat mij om politieke autonomie en niet om artistieke autonomie. Als Precies, artistieke autonomie, wacht even. Artistieke autonomie is autonomie van de kunst, toch? Of, want, of zijn we nu iets aan het fijn snijpen? Oké, okay. ja. Dus artistieke autonomie kan je niet schelen. Het gaat je om... Politieke autonomie. Dus dat is precies wat ik zeg. Het gaat je om de politiek en als kunstenaar zet je je in voor de politiek. Nee, ik zie dat als ons begrip van autonomie in de Europese kunstgeschiedenis is ook gebonden aan een revolutie. Onze heb je het over politieke autonomie of heb je het over, artistieke autonomie? Het hele idee dat kunst kan bestaan als iets voor meer dan alleen maar, als meer dan alleen maar een siermiddel van de aristocratie. Is in de Europese geschiedenis terug te voeren op de Franse revolutie. Waar kunstenaars zowel revolutionair als kunstenaar waren. Mm-hmm. Waar politieke verandering in samenhang is gedacht met culturele en artistieke verandering. Mm-hmm. Dat we dat moment, en dat we dat moment hebben losgelaten, klaarblijkelijk in het spreken over autonomie vandaag de dag, doet er niets aan af. Dat het idee dat kunst iets is wat een collectief welzijn vertegenwoordigt, geënt is, historisch gezien, in een specifiek revolutionair moment in de Europese geschiedenis. Die twee staan in samenhang. Ik geloof dat hier twee definities van autonomie aan het werk zijn. Jonas zegt autonomie oorspronkelijk ontstaan ten tijde van de Franse revolutie als onderdeel van een radicale beweging. Maarten, jouw definitie van autonomie staat Die gaat over precies hetzelfde. Kunst wordt autonoom in de tijd van de romantiek, in de tijd van de Franse revolutie. Maar goed, dat wordt een beetje college geven. In de tijd, dus dat kun je op een sociologische manier bekijken. De kunstenaar wordt onafhankelijk, dat gebeurt in de verschillende kunsten, dat gebeurt ongeveer in dezelfde tijd. Dan kun je ook met een esthetisch verhaal komen of een filosofisch verhaal dat bij Kant begint, waarbij kunst belangeloos wordt. Dus er gebeuren een aantal dingen rond 1800... En dat is esthetische autonomie. Volgens mij verschillen we daar ook over niet van soort, of niet van mening, denk ik. Nee, maar, maar waar het om gaat, is volgens mij dat wanneer we het over kunst hebben, dat jij zegt dat die autonomie in de kunst jou eigenlijk niet kan schelen, omdat wat jou interesseert is, wat de politieke betekenis van kunst is. En dat zeg je op allerlei manieren. En daarom kun je mijn boek ook niet lezen als een boek dat over kunst gaat, maar hou je het langs de politieke meetlat. Ik zeg het nu neutraal en ik haal niet ideologische blindheid. En je legt het langs een politieke meetlat en dan is de politieke meetlat volgens jou D66 en dan zeg je dat deugt niet, want dat is niet de goede partijlijn. Dat is de manier van dat boek lezen en kijk, dit boek is geen kunstwerk, dus het is niet multi-interpretabel of dubbelzinnig zoals een kunstwerk het is. Wacht even, nog steeds definities helder. Waarom is dit boek geen kunstwerk nu, hè, in dit verhaal? Het is een betoog. Terwijl je daar straks het boek Postpropaganda van Jonas Staal voor de lieve vrede maar even een kunstwerk noemde, omdat je anders niet wist hoe je het moest plaatsen. Wat is het verschil? Het verschil is dat ik schrijf verschillende soorten boeken. Bijvoorbeeld dichtbundels. Dit gaat natuurlijk ook over autonomie. Dat is kunst. Dit is een essay dat zich mengt in een debat waarvan wij willen dat het zich op een rationele manier afspeelt. En mijn ideaal bij het schrijven van dit boek is ook dat dit een zich richt tot een gemeenschap die ruimer is dan een groepje kunstenaars, maar dus een publiek. Ik geloof in het publieke forum zoals wij hier ook met elkaar zitten te praten. Daar richt het boek zich op. Als ik dubbelzinnig zou zijn, dat wil zeggen steeds dingen zou suggereren, maar als iemand anders iets anders inleest,
En dat, het ook, dat ik daar geen probleem mee zou hebben, zou ik geen goed boek hebben geschreven. Het is mogelijk om er iets anders in te lezen. Ik vind dat je je best moet doen, maar dat heeft Jonas gedaan. Die heeft zijn best gedaan, die maakt er een politiek pamflet van. Maar ik teken daar bezwaar tegen aan, omdat ik niet een, ik heb niet een dubbelzinnig boek geschreven. Maar nee. Het is geen kunstwerk, het is een essay. Dat betekent dat ik probeer iets betere zinnen te schrijven dan een aantal filosofen doen. Maar het is wel gewoon een betoog met argumenten. Ja. Van hoge artistieke waarde, mag ik het zo zeggen? Want en, dat vind ik wel. Nee, nou, dat, het is niet van hoge artistieke waarde, dankjewel. Het is niet van hoge artistieke waarde, dat vind ik zelf niet. Het is een betoog. En het betoog postpropaganda heeft een andere status. Omdat Jonas, met alle respect, niet een schrijver is. En als hij een schrijver is, is hij een hele slechte schrijver. Maar ik denk niet dat je jezelf als schrijver... Maar dat weet ik niet, dat kan ik je vragen. Ben je, nou, laat ik het zo vragen. Zie je postpropaganda als uitleg over je werk? Of is het deel van het hele project dat jij als kunstenaar maakt? Zoals de Geert Wilders werken, hè, ook bij jou niet alleen de Bermonumenten zijn, maar ook de rechtszaken, het verslag daarvan en dat alles bij elkaar zijn, als ik je goed begrijp, de Geert Wilders werken. Ja. En zo zie ik ook postpropaganda als iets dat behoort bij de dingen die Jonas Staal maakt en in de openbaarheid brengt als kunstenaar. Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Nou, postpropaganda is een artistiek en politiek manifest, wat gaat over de relatie tussen kunst en politiek en hoe we de relatie tussen kunst en politiek opnieuw kunnen denken. Het is deel van een langer proces. Ik doe ook wetenschappelijk onderzoek als ik ben ook PhD-onderzoeker aan de Universiteit Leiden over de geschiedenis van kunst en propaganda. Of een poging tot het herschrijven van de geschiedenis tussen kunst en propaganda. Hetgeen mij al de meer bewust maakt wanneer ik een boek lees wat gaat, of in ieder geval zegt te gaan over de relatie tussen kunst en engagement. Over het feit dat al onze ideeën over artistieke autonomie, over ons idee van engagement, zelfs het idee dat de kunstenaar geëngageerd zou kunnen of moeten zijn, geworteld is aan een lange politiek, ook politieke geschiedenis. Dat het idee dat er zoiets zou kunnen bestaan als een vrijheid van de kunst als zodanig deel is, daarom noemde ik Franse Revolutie, en vanuit daar via verschillende belangrijke revolutionaire omwentelingen en gebeurtenissen verder vorm heeft gekregen, zoals heel veel van mijn ideeën bijvoorbeeld schatplichtig zijn aan de beweging van rondom 68. Of de Russische Revolutie, die een aantal kernnieuwe ideeën over kunst mogelijk hebben gemaakt, omdat er nieuwe politieke veranderingen plaatsvonden. Politiek droeg bij aan het herdenken over de kunst. Kunst droeg bij aan het herdenken over politiek. Dat betekent niet dat ze hetzelfde zijn, maar ze staan in samenhang. En wat we volgens mij nodig hebben om een serieuze discussie te kunnen voeren over de relatie tussen kunst en politiek of over kunst en engagement, is een kunstgeschiedenis die het politieke en het artistieke gelijktijdig kan denken. Dat betekent niet dat we hoeven te doen alsof het hetzelfde is, dat is het niet. Maar ze hebben wel alles met elkaar te maken en ook hebben elkaars voorwaarden geschapen. En dat vind ik zeer problematisch ontbreken in het boek van Maarten. Oké, maar Maarten noemt in zijn boek wel een aantal kunstenaars van nu die volgens mij dat doen, namelijk het artistieke en het politieke tegelijk te denken. Als ik nog even maar onderbreken, sterker nog, ik bespreek in mijn boek ook voorbeelden waarin de politiek de kunst inzet. Een beroemd voorbeeld dat uit dat boek van Claudia Mesch komt, is dat de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog de abstract expressionisten in Europa gaan vertonen. En dat dat gebeurt met Amerikaans overheidsgeld van dat cultuurbureau. Het is geen geheime dienst, maar het heeft wel een ideologisch programma in de Koude Oorlog. Ja, precies. Om te laten zien dat het Vrije Westen liberaal is, allerlei dingen die er misschien wel heel raar uitzien voor de conservatieve burgerwereld, dat allemaal in Amerika kan. Dus die tentoonstellingen werden in Europa gefinancierd vanuit het idee dat je met name de fellow travelers in Europa kon laten zien, dus de communisten in Europa, dat Amerika eigenlijk dit allemaal toeliet. En dat het Vrije Westen dus te prefereren was boven het Oostblok. Dus dat zijn voorbeelden van hoe politiek kunst inzet. Ja, maar precies, hoe politiek kunst inzet, hoe politiek kunstenaars instrumentaliseert. Ja. Daar wil ik het eigenlijk zo nog even over hebben. Maar ik wil even door nu op wat Jonas net aankaart. Zijn ambitie, zijn pleidooi voor het gelijk artistiek en politiek denken. Kortom, in mijn eigen platte woorden, tegelijk kunst maken en iets doen aan het systeem waarin die kunst wordt gemaakt.
Ik heb de indruk, aan de passage te lezen in dit boek van jou, dat dat bij jou ook aanspreekt. Je was tijdens de Biennale in Venetië afgelopen jaar. Je observeert hoe ontzettend veel kunstenaars, inclusief de curator Okwi Enwisor zelf, aandacht besteden aan vluchtelingen en migranten. Dominant thema. En dan zeg je, maar de niet zichtbare muur, de muur die de vluchtelingen en immigranten buiten Venetië hield, zodat de talloze kunstliefhebbers op hun gemak van hun cappuccino en van hun eigen maatschappelijke betrokkenheid konden genieten, die muur kreeg van de kunstenaars opnieuw weinig aandacht. Ik lees dat als een aanklacht van jou, dat kunstenaars wel hun engagement tonen, in dit geval met vluchtelingen en migranten, maar niet een stap verder gaan in het opheffen van die muur, ja, tussen hun zelf cappuccino drinkend en de vluchtelingen die daar vlakbij proberen de zee over te steken. Ja, en dat lees je terecht. Mm-hmm. Dat is ook daarom, ik bespreek mijn boek ook Renzo Martens, mm-hmm, die daar natuurlijk ook een stap, mm-hmm, verder in gaat. Mm-hmm. En waar ik een bewondering voor heb, omdat dat namelijk wel ingrijpt in een politieke werkelijkheid zonder de dubbelzinnigheid van die kunst op te geven. Mm-hmm. En nou ja, dat wordt het moment waarop ik het interessant vind. Dus je had die Spaanse kunstenaar die een aantal eerdere versies van de biennale straatverkopers binnenliet. Jij weet hoe die kunstenaar heet. Santiago Sierra. En die hadden allemaal hun haar geblondeerd, hè, was het. Mm-hmm. En dat zorgde ervoor dat een heleboel mensen daar zich ongemakkelijk gingen, mm-hmm, voelen. Ik denk dat ongemakkelijk voelen en dus de dubbelzinnigheid van de situatie, ja, zodat je je af gaat vragen, wat doe ik hier als kunstpubliek? Ja. En dat vind ik veel overtuigender, ja, dan propaganda. Ja, zonder twijfel. Daar is niet iedereen het over eens. Dat ongemak, dat benoemde je net al, maar in het citaat lees ik nog dat je een stap verder gaat en je neemt Renzo Martens als voorbeeld. Niet alleen kunst maken die ongemak creëert of die dubbelzinnigheid veroorzaakt, maar ook kunst die iets verandert aan het systeem van de productie van die kunst zelf. Renzo Martens zegt, er is heel veel kunst gemaakt over Congo, maar daar wordt niemand in Congo zelf wijzer van. Dus laat hij de mensen op de plantage beeldjes maken, in chocola verkocht in Engeland. Opbrengst gaat weer terug naar de mensen op de plantage. Hij probeert het systeem van die kunstproductie te doorbreken. Dat is toch eigenlijk wat je bepleit. Dus ongemak goed, maar nog mooier zou je het vinden als meer kunstenaars dat systeem waar ze in gevangen zitten en waar wij als kunstliefhebbers in gevangen zitten, zouden doorbreken. Ja, dat mooie klassieke voorbeeld van Hans Haker, wat ook overigens door Hans en Hartogjager al wordt gebruikt in zijn boek van die kubus, die perspect kubus, waar water in zit dat verdampt en weer neerslaat. Waarvan je kan zeggen, er gebeurt van alles daar binnen, maar het komt er nooit buiten. Mm. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld voor kunst in het museum, waar in het museum kan alles. Ja. Maar dat is ook heel erg makkelijk. Maar als je wilt door die muur heen. Je wilt toch door die muur heen. Ja, maar dus ik ben begonnen de avond met te zeggen, kunst beweert niks en kunst hoeft niks. Mm. Dus ik vind niet dat kunst dat allemaal hoeft te doen. Maar dit boek gaat natuurlijk over kunstenaars die dat proberen. Precies. Dus ik vind niet dat iedereen dat moet. Maar ik vind kunstenaars interessant die dat proberen. Ja. Ja. Nee, het is goed om dat er nog even bij te zeggen. Ja. We hebben het niet over, ik weet niet, 95% van de kunstenaars. Maar we hebben het over de kunstenaars die iets aan de wereld willen veranderen. Jonas, dat is wat jij radicaler dan de meeste doet. Zeker nu, hè? Nu met het organiseren van de New World Summits, de stateloze bewegingen bij elkaar, het bespreken van het systeem van de nazistaat, het bespreken van de democratie die wij inmiddels kennen, zoals je het straks zei, als een oorlogzuchtige kapitalistische machine. Maarten Doorman schrijft en zei er straks ook dat je daardoor antidemocratisch werk begint te maken. Wat is daarop uw antwoord? Volgens mij heb ik dat gegeven toen ik de parlementen toelichtte. Doe het nog een keer. Nou ja, dat ik daar maakte. En iets dichter in de microfoon. Sorry, toen ik het
kort het werk van de New World Summit en het bouwen van het parlement in Rojava toelichtte, toen probeerde ik een onderscheid te maken tussen verschillende definities van democratie. Hmm. De democratie die deel is van een decennia lange export, gewelddadige export, en waarvan de oorlog in Irak de meest recente en de meest extremistische vorm heeft aangenomen, met de radicale instabiliteit in het gebied waar wij nu werken, inclusief de totstandkoming van een organisatie als de Islamitische Staat als gevolg. Die hele geschiedenis van de oorlog tegen terreur is in de naam van democratie en ter verdediging van democratie gevoerd. Des te interessanter en belangrijker is het om te proberen te begrijpen wie wij precies in die afgelopen 15 jaar, of wie er in onze naam zijn bezet, zijn vermoord, zijn onderworpen. En op het moment dat er zoiets ontstaat als een alternatieve beweging binnen dat gebied waar wij grote verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid overdragen, wat een antwoord vormt, dan is dat iets, denk ik, om heel erg goed naar te luisteren. Ja. In dit geval is het natuurlijk uitermate interessant dat er in een gebied wat met zoveel conflict te maken heeft, waar de westerse wereld zo'n grote hand in heeft gehad, zoiets als de Koerdische autonome regio is ontstaan. Ik vond het fascinerend. Een radicaal nieuw model. Ik vond het fascinerend en super inspirerend. Je zegt eigenlijk die revolutionaire beweging zoals op die plek ontstaat, ontmaskert wat wij hier kennen en beschouwen als een democratie met een sociaal hart, dat het in plaats daarvan een moordmachine is. Maarten, dit lijkt mij bij uitstek een voorbeeld van een kunstenaar die op pad gaat en ons denken over de democratie waarin wij leven openbreekt. Waarom is dat antidemocratisch? Je gebruikt het woord niet neutraal. Nee, antidemocratisch zijn een groot aantal zinsneden in postpropaganda. Mm-hmm. Maar nog onlangs heeft Jodas in NSC verklaard, dit is een citaat, dat hij niet kunst wilde maken binnen een zogeheten democratie, maar die democratie mede vorm wil geven. Dat zogeheten democratie, dus dat relativeren van de democratie die we hebben, de parlementaire democratie, vind ik geen goed idee. Dat komt heel dicht bij wat Wilders het nepparlement noemt. En les extrêmes se touchent in dit geval. Het soort kritiek dat het Jonas heeft ten opzichte van de parlementaire democratie komt op een bepaalde manier dicht bij de kritiek die Geert Wilders heeft. En nou begrijp ik wel dat dat vanuit een heel andere politieke achtergrond is. En ik heb veel meer waardering voor jouw politieke achtergrond dan die van Geert Wilders. Maar de makkelijke manier waarop je afgeeft op het functioneren van de parlementaire democratie, daar ben ik niet enthousiast over. Maar nogmaals, dan hebben we het niet over kunst, maar over politiek. Ik vind, dit leg je helder uit, maar dan denk ik, jij loopt zeker bij het schrijven van dit boek rond over een aantal biennales en tentoonstellingen en bekijkt het werk van kunstenaars die op hun manier allemaal kritiek voeren op de wereld waar we in leven. Dus ook op de kritiek waarop ons democratie wordt vormgegeven. Geeft dat jou als beschouwer niet af en toe ook momentjes van fundamentele twijfel aan dat systeem waarin we leven? Is dat niet precies waar die geëngageerde kunst toe dient? Absoluut, ja, zeker. Ja. En dat vind ik daar ook heel goed aan. Maar waar het om gaat, het gaat in politiek ook altijd over dilemma's. En in moraal gaat het ook over dilemma's. Dus een beroemd voorbeeld, toen wij nog de dienstplicht hadden, dan had je de dienstweigeraar. En de dienstweigeraar kwam altijd voor een commissie en dan moest hij uitleggen dat hij niet wilde doden. En de commissie dreef me altijd in een hoek. En dan had je dat beroemde voorbeeld van weer altijd dat bergpad dat smal is. Van de ene kant komt de gewapende indiaan en jij komt als dienstweigeraar, je kunt niet terug. Wat zou je moeten doen? En dan wil de commissie altijd je in de hoek drijven. Want je zegt, ik gebruik geweld, want het is hij of ik en dan enzovoort. En dan komt er een dienstweigeraar en die zegt, ik klim in het touw. Waarop de commissie zegt, welk touw? Waarop deze man zegt, welke indiaan? Kijk, dat betekent, je hoeft niet, wat deze man doet, dat is dus die eenhoorn, dat kun je noemen tragische verbeelding, maar ik noem het verbeelding, ik noem het als je twee moet kiezen, kies de derde. En dat is volgens mij ook het terrein waarop de kunst zich beter kan
bewegen. Mm-hmm. Wanneer je het over politiek hebt, wanneer je het over maatschappelijke tegenstellingen hebt, dan wanneer je wil zeggen het moet zo. En wie mij niet volgt, die is ideologisch blind. Dat staat voor mij haaks op wat kunst uiteindelijk is. Mooi verhaal, maar niet een direct antwoord op wat ik je net vroeg. Ja. Nee, vind ik niet. Of ik heb heel slecht geluisterd. Brengt de geëngageerde kunst die jij de moeite waard vindt, jou niet af en toe op de gedachte, wij leven niet in een functionerende democratie, maar in een zogeheten democratie? Dus snap je die term niet af en toe? De kunst niet zo snel. Ik heb dat idee wel degelijk, dat onze democratie niet zo goed functioneert. Maar ik vind in de hele politieke context waarin we leven, vind ik die zorgen over het functioneren van de democratie iets van een secundaire orde ten opzichte van een heleboel problemen die bijvoorbeeld ook gaan over dat wij nu in Syrië zitten te bombarderen zonder dat dat eigenlijk überhaupt onderwerp van politieke discussie is geweest. En hier kan ik, wil ik met plezier nog een aantal Jonas Staal-achtige zinnen aan toevoegen. En dat doe ik uit volle overtuiging. Ja, heel goed. Jonas, maar Maarten die schetste wel van jou het dilemma waar je volgens mij ook echt in zit. Jij ontmaskert de zogeheten democratie waar we in leven. Jij voelt je door de revolutionaire beweging van Rojava niet geïnstrumentaliseerd nu je met ze aan het werk bent. Maar je houdt nog steeds als kunstenaar en ontvanger van aanvrager en ontvanger van kunstsubsidies die problematische relatie met die overheid hier. Kortom, zoals Maarten denk ik ook ergens in het boek zegt, je bent nog niet los van de instituties die je bekritiseert. Hoe sta je ervoor in deze goede samenvatting. Ja, maar dit is. Ik neem aan dat dit je bij wijze van spreken uit je slaap kan houden. Hoe ga je om met deze paradox? Goeie vraag. Nou ja, kijk, allereerst, als het gaat over mijn relatie tot het parlementaire systeem in Nederland. Ik ben lid van politieke partijen, ik werk samen met politieke partijen, ik heb geholpen met het organiseren van campagnes voor politieke partijen. Het is niet zo dat, omdat ik een kritiek voer op de uiterste consequentie van wat ik kapitalistische democratie noem, dat ik niet betrokken of geëngageerd ben met het systeem waar ik zelf ook in leef. Of het nou gaat om politieke vraagstukken of de wijze waarop politiek cultuur beïnvloedt of ook cultuur politiek beïnvloedt. Met Hans van Houdingen hier in de zaal organiseren we al verschillende jaren publieke discussies, langdurige publieke discussies tussen kunstenaars en progressieve politici om te kijken wat gedeelde projecten en een wederzijds begrip kan betekenen voor het herontwikkelen of herdenken van wat onze democratie is. Dus dit is niet, zeg maar, democratiekritiek is niet inherent hetzelfde als het verwerpen of verbranden van elk denkbare instituutie along the way. Maar stapt er niet uit. Met de huidige crisis waar we mee te maken hebben op Europees vlak en de opkomst van ultranationalisme, fascisme is denk ik is cruciaal op dit moment. De economische crisis waar we mee te maken hebben en het feit dat wij gedomineerd worden door instellingen waar we geen enkele democratische controle over voeren en de humanitaire crisis die het idee van onze zogeheten Unie op het allerscherpst heeft geplaatst, stelt wel vragen over wat precies het systeem is waar we ons op dit moment in bevinden. Want op alle cruciale vlakken, politiek, economisch en humanitair gezien, hebben we geen rechtstreekse invloed op de systemen waar we in leven. En worden er beslissingen gemaakt in onze naam die schandalig en gevaarlijk zijn. Dan om een antwoord te geven op je vraag, hoe verhoud ik mij tot de overheid in die zin. Nou ja, ongeveer langs dezelfde lijnen. Kijk, ik ben, als je het soort van heel simpel zou willen samenvatten, ik ben een linkse kunstenaar en ik opereer in een rechtssysteem. Dus heb ik continu met tegenstellingen te maken. Ja, soms krijg ik geld van een instelling of van een fonds of soms een privaat fonds. Soms kopen mensen mijn werk aan via de galerie waar ik ook mee werk. Ik sta niet los van een commercieel systeem, wat ook deel is van de kunst. Dat is allemaal deel van de wijze waarop ik werk. Ik werk met kunstinstellingen samen, ik werk met politieke partijen samen, ik werk met theater samen, maar ik werk ook met diplomatieke organisaties samen. Dus op een veelheid van niveaus ben ik verbonden aan bestaande systemen in een poging om
een ander bij te dragen aan een ander geëmancipeerd ideaal van democratie. Ja. Daarvoor werk ik samen tussen politieke partijen en de revolutionaire beweging in Rojava. Ja, in dat hele scala is mijn plek. De vraag uiteindelijk, is dat legitiem of niet? Zeg maar, wat betekent het om op een dergelijke manier financieel verbonden te zijn, ook aan instellingen die je in sommige gevallen, die ik in sommige gevallen bekritiseer? De vraag daarop is, wat levert het uiteindelijk op? Is cultiveer je daarmee een tegenstelling, of is er een moment waarop je die overschrijdt? Is er een moment waarvan je kan zeggen, ondanks dat ik met bijvoorbeeld complexe financiële stromingen te maken heb om zoiets te realiseren als het parlement, is het moment dat parlement er staat en wat het teweeg brengt en wat het kan doen en waar het aan bijdraagt, is dat het moment waarop we kunnen zeggen die contradicties of tegenstellingen zijn op een bepaalde manier overschreden. Ja. Soms wel. Dat zijn de momenten waarop ik mij trots kunstenaar noem. Vaak niet. Dat zijn momenten waarop ik extreem zelfkritisch ben naar mijn positie. Ja. Dus wat je er straks ook zei, het gaat jou niet alleen om het voorstellen, maar ook om het bewerkstelligen. En als dat lukt, dan heb je misschien die contradicties overstegen. Maar dat is, en daar raak je volgens mij eigenlijk aan de kern van hoe we de kwaliteit van een kunstwerk bespreken. Mm-hmm. Want dat is zeg maar iets wat Maarten enorm besprook, zeg maar. Van is de vraag, is het nog goede kunst of niet? Mm-hmm. Voor mij is de vraag, is de betrokkenheid van mij als kunstenaar of van collega's als kunstenaar, zoals Matthijs de Bruyne die met de Nederlandse vakbonden samenwerkt, vanavond ook hier is, is aan het eind van het proces onze betrokkenheid, heeft hij gezorgd voor een bredere sociale samenhang, voor een bredere collectieve verbeelding, niet alleen maar artistiek, maar ook politiek en ook sociaal. En is, voor mij is dat wat bepaalt of een kunstwerk kwaliteit heeft. Ja. Ik ben niet geïnteresseerd om een goed kunstwerk te maken in een tragische samenleving. En dat verhoudt zich tot een lange geschiedenis van kunstenaars die zich in rechtstreekse verhouding tot politieke krachten denken. Ja. Een kunstenaar bijvoorbeeld als Jozef Beuys, die je zelf in je tekst ook aanhaalt, medeoprichter van Die Grünen, van de Groene Partij, waar GroenLinks een product van is, die zijn werk rechtstreeks in samenhang dacht in een groter collectief kunstwerk. Niet als kunstwerk voor in de galerie, de samenleving als kunstwerk en de kwaliteit van je samenleving als kunstwerk. Maarten, reageer. Nou ja, ik denk dat inderdaad het verschil van positie tussen ons is. Jij kijkt, ik druk me nou neutraal uit, ik ben geneigd om te zeggen, jouw criterium is deugt deze kunst politiek, maar laat ik het iets milder zeggen. Wat is voor jou is goede kunst politiek relevante kunst, denk ik. En ik vind dat je de vraag naar wat is goede kunst moet blijven stellen. Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Dat we altijd kritisch blijven oordelen en niet onverschillig worden tegen wat er allemaal wordt gemaakt en wat we zien. En mijn vraag is, het goede kunst is niet in eerste instantie, wordt niet in eerste instantie beoordeeld volgens politieke criteria, maar volgens een heleboel anderen. En daar ben ik niet alleen in. Dat zijn een heleboel kunstcritici, kunstenaars, museum, de hele kunstwereld. Zeg ik waar ik een beetje bevreesd voor ben, is dat in toenemende mate mensen kunst reduceren en langs een politieke meetlat leggen. En ik wil niet zeggen dat we daarmee direct weer terug zijn in de tijd van de politieke propaganda van de Sovjet-Unie. Maar daar afstand toe houden lijkt mij een heel verstandig. Maar die propaganda is er echt al lang, hoor. Want het allergrootste, zeg maar, die suggestie die ook in jouw boek wordt gewerkt, dat we nu in een soort hype van politieke of sociaal geëngageerde kunst leven, dat is echt een flutverhaal. Als in het percentage geld. Wanneer begint het? Jaren 70, toch? Het percentage geld, het percentage beschikbare middelen voor kunstenaars zoals ik en mijn collega's, die zeg maar grotendeels buiten kunstmarkt omwerken, grotendeels niet projecten of objecten maken, grotendeels buiten instituten. Ja, subsidie, bedoel je? Is echt niet, en niet alleen maar via subsidie, er zijn ook private kunstinstellingen die zich betrekken met politiek geëngageerde kunst, maar ook die zijn, dat vormt echt een heel erg klein fragment van de kunstwereld die grotendeels op waanzinnige hoeveelheden geld en waanzinnige hoeveelheden speculatie werkt, inclusief die prachtige Marleen Dumas die je net laat zien, inderdaad een prachtige werk. Dat is de kunstmarkt. Maar deel van een kapitalisme, geld, al die verwerpelijke dingen. Deel van een radicaal en extreem gecommercialiseerd en extreem gecommodificeerd kunstsysteem. Dus die suggestie dat op de een of andere manier. Oké, maar dat zijn jullie. Een hele romantische opvatting trouwens, dat geld zo fout is. Dat zijn jullie helemaal niet met elkaar oneens. Wat ik goed vond aan daarnet was dat jullie allebei super secuur stap voor stap toekwamen naar het formuleren waar jullie van elkaar verschillen. Hoe anders jullie kijken. Dat zijn de mooie momenten die we nodig hebben natuurlijk nu.
Het is 10:00. Ik wou heel graag het komende kwartier ongeveer, het laatste kwartier, vragen uit de zaal hebben. En dan kom ik met de microfoon naar je toe. En schrijver Hans Maarten van der Brink steekt meteen zijn hand op. Hij vertelde me vooraf dat hij om middernacht in Antwerpen moet zijn. Dus ja, moet je nu vragen. Je hebt het iets te boeiend aangepakt, Chris. Ik heb een vraag eigenlijk aan Jonas Staal. Ik vraag me af of ik hem goed begrijp. Hij doet een beetje schamper over dubbelzinnigheid in de kunst. Ik hecht daar nogal aan. Niet zozeer vanuit een autonome opvatting, maar omdat ik denk dat de wereld dubbelzinnig is. De politiek dubbelzinnig is, de maatschappij dat is, de relaties tussen mensen. En het lijkt soms alsof hij de kunstenaar iets anders heel romantisch toedicht. Namelijk, die weet meteen het verschil tussen dit is revolutionair, dat is fascistisch. En van daaruit kan hij oordelen. Terwijl voor mijn gevoel de geschiedenis van het politieke engagement van kunstenaars zich nou juist kenmerkt door voortdurend achter de verkeerde stroming aan te lopen. Jonas. Nou ja, kijk, allereerst dubbelzinnigheid. Chris heeft mij niet de vraag gesteld, wat is kunst? Als in, ik definieer kunst wel degelijk als iets anders dan politiek, hoewel ik er een continue samenhang in zie. Jonas, mijn vraag ging over ja, dat weet ik. Ja. En dubbelzinnigheid, het begrip dubbelzinnigheid of ambiguïteit is inderdaad deel van het vocabulaire van de kunst. Kunst gaat over de vraag, wat is representatie? Hoe vertegenwoordigen we de wereld om ons heen? Het gaat ook over de condities van representatie. Hoe verbeelden we iets in de wereld? Dus er is een, laten we zeggen, visuele geletterdheid die deel is over hoe we de wereld lezen in termen van vorm. Dat is specifiek deel van de kennis die een kunstenaar bijdraagt. Ook wanneer hij zich betrekt met politieke bewegingen. Dus het begrijpen hoe een beeld dubbelzinnig of op een veelheid van niveaus kan werken, is daar deel van. Dat betekent niet dat de kwaliteit van een kunstwerk per definitie in zijn of haar dubbelzinnigheid ligt. Ik had het over de kwaliteit van de politieke keuze. Maar dat is een soort de gedachte dat. Want daar eind jij je stelling aan. De gedachte dat. Wat ik zeg is. Belangrijke politieke emancipatorische bewegingen bieden ruimte en hebben historisch gezien altijd de mogelijkheden gecreëerd om ook nieuwe en experimentele en radicale vormen van kunst te ontwikkelen. En andersom, die kunst heeft ook bijgedragen aan die revolutionaire bewegingen. Dan zijn er verschillende lezingen die je kan hebben over wat zijn die kwaadaardige politieke bewegingen waar jij het precies over hebt. Ik weet niet de laatste keer dat we naar Amerikaanse voorverkiezingen hebben gekeken. Maar binnenkort heeft de Amerikaanse Geert Wilders daar de touwtjes in handen. Ik ben heel erg benieuwd wat het betekent voor ons historisch perspectief van kunstenaars die in die samenleving zijn opgegroeid. Of die van ons. De revolutie direct daar, die ligt misschien, weet ik ook. Maar dat blijkt toch een beetje dubbelzinniger te zijn. Weet ik niet meteen. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is zeg maar, dat is natuurlijk. Maar ik weet niet of dat gaat, het cultiveren van een dubbelzinnigheid, als in, we leven in een continu gecultiveerde dubbelzinnigheid. Het idee dat je in naam van democratie de halve planeet kan wegbombarderen en onder jouw wil kan plaatsen, is uitermate dubbelzinnig. Om te spreken over vrijheid en over democratie en gelijkheid, en tegelijkertijd structureel, systematisch, in onze systemen, het absoluut tegenovergestelde doen, is continu dubbelzinnig. Onze politiek en onze manier van samenleving is afschuwelijk dubbelzinnig en afschuwelijk ambigu. Tot het punt dat het onverdraaglijk is. Tot het punt dat het misschien nu aan de taak van de kunst is om over iets te kunnen spreken wat waarheid zou kunnen zijn. Maar een situatie is niet dubbelzinnig. Een interpretatie is dubbelzinnig. Anders ben je een Hegeliaan. Sorry. Je hebt Jonas Staal zover gekregen op een gegeven moment dat hij zei dat klopt. Dat is niet veel mensen gegeven. Huh? Maar nog belangrijker is, je eindigde daarnet met te zeggen, misschien is het wel tijd, omdat we in een periode leven van afschuwelijke en verwoestende dubbelzinnigheid, dat een kunstenaar, gaat zoeken naar de waarheid? Een waarheid of een ideaal vertegenwoordigt. Ja. Of zich überhaupt kan verbinden aan het idee dat er zoiets als universele principes, waarheden en idealen zouden zijn. Ja. Want dat is het opwindende wat je nu meemaakt, denk ik. Nu. Nu als in? In je werk in Rojava. Nou ja, maar niet alleen maar. Kijk, als in dit werk komt, is natuurlijk is een goed voorbeeld van
Ja. Het soort van het werk wat ik doe, maar dat heeft een veelheid van vlakken. Als in, dat gaat, wat ik al zei, dat gaat van het organiseren van een campagne voor een Nederlandse politieke partij tot daar. Ja. Als in, dat heeft een grotere rijkwijde van betrokkenheid als kunstenaar met progressieve politiek. Ja. Oké, volgende vraag. J. Stranders. Om aan te haken op dat laatste, op grond waarvan, ook een vraag aan Jonas. Op grond waarvan verbind je dan aan een bepaalde politieke beweging? Als dus er een ideaal is waar je wil verbinden, of een soort waarheid die je misschien zou willen verkondigen, of in ieder geval daaraan wil aanhaken, op grond waarvan weet je dat dat dan die waarheid is, of op grond waarvan verbind je daaraan? Grijp je mijn vraag? Ja, je zei het is ook een vraag aan Jonas. Dus ik weet nee, niet... bedoel, dit is ook een vraag aan Jonas, net als de vorige. Ja, oké. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat... een belangrijk deel daarvan gaat om... voor mij is een belangrijk deel als kunstenaar... en ik denk voor veel collega's van mij en voor veel studenten met wie ik werk... is om ons kunstenaarschap vorm te geven in collectieve bewegingen en processen. Dat wil zeggen, ik heb bijvoorbeeld een tijd gewerkt in de Occupy-beweging... tijd met kunstenaars gewerkt in de bezetting van de Universiteit van Amsterdam... om te kijken hoe kunst, en het werkt natuurlijk in Rojava, dus hoe kan kunst bijdragen in een bredere beweging waarin het idee van een volk of het idee van een nieuwe samenleving vorm begint te krijgen. In dat collectieve proces worden er bepaalde universele principes duidelijk, bepaalde politieke idealen duidelijk, collectieve politieke idealen. Het gaat niet over, ik zit thuis, ik lees Hegel en ik zeg, ha, dit is zeg maar dit is het ideaal waar we ons aan moeten gaan wijden. Voor mij is het heel erg belangrijk dat die... Dat het soort politieke agenda waar ik mij mee betrek, deel is van een proces, van een maatschappelijk proces, van een sociaal proces. En dat daaruit bepaalde ideeën worden vormgegeven. Ik denk dat Occupy een heel goed voorbeeld was als het gaat over de democratisering van economie. Dat de nieuwe universiteitsbezetting was een goed voorbeeld van de democratisering van educatie. Voor mij was het werken in Koerdistan, waar heel veel kunstenaars, muzikanten, dichters, schrijvers deel zijn van revolutionaire beweging, een extreem belangrijke ervaring als het gaat om het beter begrijpen wat kunst eigenlijk is. Als deel van het creëren van een nieuwe samenleving. En in dat collectieve proces wordt er zoiets als universalisme mogelijk om daarover te spreken, denk ik. Bon, laatste vraag. Vraag voor Maarten Doorman. Hij is hier nu. Zijn boek is uit. Ja, Hans van Houweling. Ik loop even naar je toe. Ja, het is een vraag met een iets andere input. Ik vraag me af aan Maarten. Ik vraag aan Maarten Doorman. Omdat hij de zoveelste schrijver is die een pleidooi doet voor de autonome kunst. Waarom het nodig is om die autonome kunst te promoten. Door middel van het afzetten tegen andere kunststromingen. Om, zoals jij ook zei, en zoals al die andere schrijvers ook voortdurend beweren. Die autonome kunst te redden. Je zei, als we dat niet doen, dan verdwijnt die kunst en dat zou zonde zijn. Ik zou je willen vragen, waarom kan je niet een pleidooi houden voor die kunst die jij zo blijkbaar zo omarmt, zodat die kunst meer macht krijgt en meer kracht krijgt en dat doet waarvan je hoopt dat het zou moeten doen? Dat is eigenlijk wat ik in mijn boek doe. En dat pleidooi dat ik houd voor geëngageerde kunst, dat laat zien wanneer die geëngageerde kunst overtuigend wordt. En ik geef maar goed, dan val ik aan. Ik heb duidelijk gemaakt op welke manier dat volgens mij overtuigend wordt. En ik heb duidelijk gemaakt op welke manier dat niet overtuigend wordt. Dus in die zin doe ik denk ik wat je suggereert. De tweede vraag, of eigenlijk jouw eerste punt, is het waarom zorgen maken over een kunst die verdwijnt als een kunst verandert en misschien wel ten goede. En dat is omdat ik geloof dat onze kunst altijd een romantische kunst is en dat het niet mogelijk is om sommige basiswaarden te verlaten zonder dat je het hele systeem verlaat. En daarvan heb ik gezegd, nou, dat vind ik jammer. Maar in zekere zin ook onvermijdelijk. Dat over 50 jaar of 10 of over 100 of 1000, dan verandert dat. Ik bedoel, dit is een systeem waarin we leven. Dat duurt 200 jaar. En wij zijn romantici. Wij hier allemaal. Jij ook en Jonas ook. En sommigen wat meer en minder op onderdelen. Maar en een van de dingen die mijn boek wil uitleggen, maar eigenlijk een eerder boek veel meer, de romantische orde, is dat wij veel moeilijker kunnen ontsnappen aan die romantische gevangenis dan waar we in zitten, dan we denken.
Dit boek wil niet alleen een pleidooi zijn, het wil ook verheldering brengen in een aantal debatten. En nou ja, ik denk dat dat een van de bescheiden taken is die iemand die zich filosoof noemt of die door andere filosoof wordt genoemd, dat goed is om dat af en toe te doen. Nou ja, daar gaat het mij in dit boek om, maar dan mogen we u graag verwijzen naar dat boek De Romantische Orde, waarin ik veel breder uitpak en waar ik in dit boek, dat 100 bladzijden is en over een aantal, dat is waar. Maar de argumentatie is er en you are very welcome to read it and to discuss it. Nou, dat kan ik heel goed uitleggen en daarover gaat het gesprek ook. Jonas noemt zich kunstenaar en hij beweegt zich op het vlak van de politiek. Ik schrijf in dit boek over geëngageerde kunst en het is één hoofdstuk, hè, dat moet ik erbij zeggen. Dus niet mijn hele boek gaat, het gaat ook over andere vormen van engagement, moreel engagement en een soort historische filosofische achtergrond. Dus één hoofdstuk gaat hierover. En ik ben ontzettend blij dat ik dit hoofdstuk samen met Jonas hier kan bespreken, omdat wij hier verschillende opvattingen hebben. En ik vind de winst van deze avond dat het ook duidelijk is wat het verschil is. Het heeft voor mij wel iets gearticuleerd waarvan ik mij wel bewust was, maar nou ja, dat vind ik wel goed om dat nog een keer te doen. En op een andere avond dan bespreken we hopelijk hoofdstuk 4. Oké, dankjewel. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Want ja, er is gearticuleerd hoe jullie er verschillend in staan. En dat staat ook voor andere mensen en stemmen in de discussie. Eén kleine vraag. Jij wou niet bespreken de politieke aspecten aan de hele groep. Sorry. Of een hele kleine vraag, of met de microfoon. Hallo. Jij wou niet antwoord geven op of bespreken de verschillende of de verschil van de verschillende politische of geëngageerde kunstenaarsgroepen of stromingen. Daar wou je niet op in. Maar jij mag ons wel allemaal vertellen dat wij allemaal romantici zijn. Is dat niet een beetje asymmetrisch? Protest, Maarten, protest. Ik weet niet precies wat ik allemaal niet wilde bespreken, want ik ben tot alles bereid. Het is 9:15. Die parafrase was niet helemaal correct, maar hij vond het in ieder geval niet leuk dat je ons allemaal als romantici... Nee, dat vind ik ook niet leuk dat ik een romanticus ben. Dan kan ik u echt het boek aanbevelen. Het is een treurigmakend boek, maar wij zijn allemaal romantici en we kunnen er niks aan doen. En om ons bij de kunst te houden, kunstenaars proberen zich daar al heel lang aan te ontworstelen en dat lukt steeds niet. Mm-hmm. Het belang van de kunstenaar, het belang van de autonomie, de rol van de expressie, de rol van de verbeelding, het zit in het DNA van de kunst en wij willen daar wel vanaf, maar dat lukt niet zo goed. En op het moment dat we daar uittreden, noemen we het geen kunst meer. En dat is een vrij ingewikkeld soort iets. Ik wrijf u dat niet in. Ik zadel u daar niet mee op. Het is mijn analyse van waar we in leven. Dat betekent helemaal niet dat u zich aangesproken hoeft te voelen. Maar het punt gaat over, het punt gaat over de asymmetrie. Ik geef in het boek een analyse van hoe wij over kunst praten. Ja. En wat was die vraag? Nee. Volgens mij hoeven we dat niet meer te doen. Jonas, ik wil nog graag iets zeggen over de bommen op Syrië. Of is dat niet dat... Nou, weet je wat? Ja? Zeg iets over de bommen op Syrië. Ja, niet doen. Oké, helder. Ja. Punt wat jij maakte daar kwam helemaal aan het begin van het gesprek. Volgens mij namelijk... jouw ideologische blindheid en je uiteindelijk ook weigering om je uit te spreken over de politieke bewegingen waarmee kunstenaars zich engageren. Ik denk dat absoluut niet.
Jawel. In de kader van dit boek dan, hè? Goed, ik begrijp het niet, maar... Zo heb ik het verstaan. Wat ik aan het eind alleen maar wil zeggen is... Ik denk dat er vreselijk goed is geformuleerd welke verschillende posities hier aan de orde zijn. Ik denk ook dat het vreselijk moeilijk is en gevaarlijk is om jullie woorden te reduceren tot een samenvatting die vaak net scheef ligt. Ik heb dat vanavond zelf gedaan, ik heb het jullie ook een paar keer zien doen. Dus deze avond valt bijna niet samen te vatten. Heel plat zou het worden als je spreekt over kunst en politiek, dan... zegt Maarten Doorman, dat zijn twee gescheiden werelden. Terwijl Jonas Staal zegt, ze kunnen samenvallen. Maar goed, daar doe ik jullie geen recht mee aan. Wat ik wel mooi vond om te zien opdoemen, is een beeld van jullie allebei, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Maarten Doorman, die... zichzelf romanticus noemt en eigenlijk verlangt naar kunstenaars die die muur tussen kunst en wereld doorbreken. Dat vind ik een fraai verlangen wat dit boek en jouw verhaal vanavond drijft. En Jonas die gepassioneerd probeert te verklaren hoe echt hij als kunstenaar opereert in het werk wat hij nu doet. De politieke wereld, zoals jij die noemt. Dus de definitie van de kunstenaar zoals Jonas die vanavond heeft geprobeerd te formuleren, maakt hem ook weer veel meer dan je met platte reducties zou kunnen zeggen. Nu goed, ik vind het ontzettend moeilijk en moet ik ook niet doen, te reduceren, te samenvatten van wat jullie hebben gezegd. Ik wou Marina de Vries en Jonas Staal en Maarten Doorman en de Bali wel heel erg bedanken. En jullie natuurlijk ook.